Wat een gezelligheid. Op de route, bijna ben je bij de wedren, kom je daar Anton en Freek tegen. Maar nog een aantal meters voor die wedren, daar staat onze Toon. Toon. Ja, zeker. Ik sta hier eigenlijk gewoon nog steeds omhoog uit mijn kop te kijken. Want iedereen die hier voorbij loopt is zo aan het lachen en zo vrolijk. Wat hier zojuist gebeurde, er werd hier, volgens mij, als ik jullie heel even mag lastigvallen. Jij hebt dus een spandoek gemaakt, denk ik. Hoi oma Marijke, 11e keer. Wie is oma Marijke? Dat ben ik. Dat ben jij? Ja. Gefeliciteerd. Dankjewel. Je bent er nog niet helemaal natuurlijk. Nee, maar bijna. Precies. Het einde is niet zo ver meer. Dat weet je ook wel na 11 keer, denk ik. Ja, zo is het. Ja hoor. En iedereen is hier familie. Iedereen is hier opkomen wachten. Ja. Dat is mijn kleindochter, dat zijn mijn schoondochters, dat zijn mijn kleinzoons. Ja. Helemaal gezellig. Ja. En die lopen allemaal zelf niet? Nee, maar misschien worden ze aangestoken. Oma loopt met Hetty, met de vriendin altijd. Marijke wist niet dat de familie er allemaal stond. Dus het was een verrassing dat ze er allemaal stonden. Ja. Wacht, dit is de eerste keer in 11 keer dat je familie eens even is komen kijken. Ja, wij zeker. Wij mochten nooit komen kijken. Ja. Vast. Ja, ik hoop dat het voor jullie inspirerend is wat je hier ziet. Want het is de eerste keer dat je het überhaupt meemaakt, de Vierdaagse. Ja, zeker weten. Het is geweldig. Ja. Het is leuk, hè? Echt heel erg leuk. Is het leuk genoeg om zelf te gaan lopen? Nee. Nee. En voor jullie? Ja, wie weet. Ja. Hij zit er wel in, denk ik. Dat is een netter antwoord. Ja, tuurlijk. Ja, sowieso. Precies, heel goed. Heel goed. En zo wordt het stokje overgedragen, ook naar de volgende generatie weer. En het is gewoon helemaal leuk. Ik kan iedere keer hetzelfde een item afsluiten, maar het is gewoon echt heel leuk. Ik vermaak me gewoon echt heel goed. Ja, dus ja, kijk gewoon nog even mee als je thuis zit en je bent aan het kijken. Wandelaars, ze zijn er genoeg en gelukkig ook alle supporters, familie, vrienden. Ze komen altijd even natuurlijk een hart onder de riem steken. Dat hoort er allemaal bij. Hey Freek, jij gaat ook al verslaggeving doen al jaren ook voor RN7 de laatste tijd. Wat valt jou dit jaar op anders dan andere jaren? Ja, anders dan andere jaren. Ik weet niet of die anders is dan andere jaren. Ik denk dat het weer heel erg meespeelt dat het een vrolijke vierdaags is. Maar ja, ik sta hier naast iemand die kan er eigenlijk alles over vertellen. Want verstand van lopen heb ik niet. Wel van praten. Dag meneer, hoe heet u? Henk Hunting is mijn naam. En waar komt u vandaan? Hij doet ik hem. En hoe vaak heeft u hem gelopen? Dat is de 17e keer dus. Dan mag ik gerust spreken met een ervaringsdeskundige. Ja. Hoe was deze aflevering van de vierdaags? Nou, op zich was die toch wel redelijk makkelijk. Ja, om die dan. Ja. Waar ligt dat nou aan? Nou, dat ligt gewoon aan de mensen zijn, wie dan wat hebben, die zijn op het algemeen slecht voorbereid. En die hebben, het belangrijkste wat je moet hebben is hele goede schoenen. Ja. Echt. En je moet je schoenen aan laten meten. Echt? Ja, echt. Als je je schoenen aan laat meten en je hebt een goede pedicure of een schoenen, een podoloog, dan ben je 3/4 van de blessures ben je kwijt. Echt. Ja, dan gaan we in onze oren knopen. Ja, is dat precies hetzelfde? Ja, klopt. Ja, inderdaad. Ja. Ik loop voor de 12e keer. De 12e keer. En u staat er fris bij, hè? Geen moeite mee. Goed binnengekomen. Zonder moeite. Wat is voor u de reden om ooit te beginnen met de Vierdaags? Nou, de gezelligheid. Ja, ja, dat had ik wel. De sfeer helemaal in Nijmegen, hè? Ja. Dat is, dat is geweldig. Ja. En wat is nou de leukste dag van die vier? Vrijdag is de leukste, maar niet de makkelijkste, hoor. Nee? Je kunt niet doorlopen, hè? Je kunt geen tempo meer maken. Dus, maar het is wel de leukste dag. Geldt dat ook voor u? Nou, ik vind donderdag altijd het mooist. Zeven heuvelen. En alles erbij. Dat heb ik eerst met gemak gelopen en dan heel, gewoon lachend uitgelopen. Lachend? Ja. Ik vind het echt een hele prestatie, heren. Ja. Heel erg. Wij doen ook lange afstand wandelen, zo nou dat. Dus echt lange afstand. Ja, ja. Nou, knap. Jij hebt hem nog niet opgehaald, de medaille? Ja, wel. Oh, hij zit nog in het doosje. Oké. We doen hem thuis bij de verzameling. Ja, hey, ik hoop jullie volgend jaar weer te zien. Oké, bedankt hoor. Ja, bedankt hoor. Tot ziens. Ja, vrolijkheid alom en sportiviteit. Dat is het toverwoord hier bij de wedren. Terug naar jou, Peter. Wandeldag van editie 103 van de Vierdaagse. En langzaamaan komen alle wandelaars binnen. Bij de inschrijving waren er 47.236 inschrijvingen. En vanochtend mochten er nog 41.580 deelnemers starten aan de laatste wandeldag. En laten we hopen dat bijna al die mensen uiteindelijk straks voor 6 uur hun einddoel bereiken. De mensen die bij jou zijn, Anton, die hebben inmiddels al hun medaille behaald. Ja, dat klopt inderdaad, Peter. Dus ze zijn net over de finish gegaan. Ja, Kelly en Zoe, wat hebben jullie allemaal mee, joh? We hebben allemaal dingen gekregen onderweg, bijvoorbeeld gladiolen en de medailles, die hebben we net opgehaald. Ja, het
kettingen, snoep, heel veel. Ja. Ja, eten jullie veel snoep onderweg? Nou, dat valt ook wel weer mee, maar wel veel dingen verder rest gekregen. Okay, wat eten jullie dan bijvoorbeeld? Wat moet je dan tijdens het lopen allemaal eten? Snoep en gewoon brood. Iets van fruit of zo? Ja, suikers en eiwitten zijn ook belangrijk. Ja, zijn suikers goed? Ja, ja, dan krijg je wel meer energie van. Ja, daar heb je gelijk. Hey, hoe beviel de afgelopen 4 dagen? Ja, het ging heel goed, maar ik kreeg wel een beetje last aan mijn voeten. Maar voor de rest ging het heel goed, ja. Hebben jullie al blaren? Nee, geen blaren. Nee, jij ook niet? Nee. Nou, wat goed. Ja. Zijn jullie blij dat het erop zit? Ja, heel blij. Had je niet zoiets, nou, ik had nog wel een paar dagen willen lopen? Nee. Ja, ik had het wel gewild, maar dan zonder pijn aan mijn voeten. Oh ja, dat snap ik. Want jullie hebben de 30 gelopen, hè? Ja, dat hebben we. Ja, en volgend jaar ga je dan weer meelopen? Ja, ga proberen van wel. Nou, dan wens ik jullie alvast heel veel plezier. Ga maar lekker uitrusten. Ja, oké, gaan we het doen. Oké, dank jullie wel. Alsjeblieft. Ja, uitrusten, dat hebben de dames zeker wel verdiend. De mensen bij jou zijn ook aan het uitrusten, denk ik, Freek, of niet? Ja, die zijn aan het uitrusten. Veel zijn er aan het uitrusten. En genieten van een heerlijke borrel, een biertje, want dat hoort er zeker bij. Ik kijk even hier naast mij. Hallo, mag ik jou wat vragen? Ja, hoor. Hoe oud ben je? 11. 11? En dit is de eerste keer? Ja. Ja, knap. Hoe gaat het? Slecht. Ik heb pijn aan mijn voeten. Nee, gaat het goed? Ja, wel goed. Ja. Waarom ben je begonnen met het lopen van de 4 dagen? Ja, ik vond het leuk. Ja? Ja. En is het niet tegengevallen? Nee. Door wie ben je aangestoken met het virus? Door mezelf. Oh, door jezelf. Ja, maar geen blaren of zo? Nee. Wel trots op je medaille? Ja. Ja, zou ik ook zijn, hè? Ja. Wat ga je doen? Zometeen uitrusten? Ja, en de stad in. Oh, dat nog wel. Feesten? Ja. Ja? Volgend jaar weer? Ja. Ja. Nou, dat is wel enthousiasme. Is er even nu? Ja, is er even mee. Ja. Aangestoken door u? Nee. Dat hij dit jaar voor het eerst mocht lopen, en had zoiets van, papa, ik wil de vierdaagse lopen. Ja, toen had papa zoiets van, ja, is goed jongen, doen we. Ik denk van, dat gebeurt toch niet. Maar ja, in januari begon het trainen, dus ja, nu hebben we hem gelopen. Oh. Dus voor het eerst. Echt waar? Geleider dan, maar voor het eerst. En hoe is het bevallen? Ja, goed. Ja, toch wel. Ga het toch volgend jaar zelf misschien ook wel proberen. Echt waar? Ja. Ja, iedereen zegt dat. Het is een soort virus, hè? Als je er 1 keer mee besmet bent, dan... Ja, dat is waar. Het is heel gezellig en ja, nou ja, daar doe je het uiteindelijk ook voor. Ja. Het is een prestatie die je levert. En halverwege denk je van, waar ben ik in vredesnaam aan begonnen? Maar uiteindelijk, nu vandaag, maakt alles goed. Ja. Wat was de mooie intocht? Ik bedoel, je hoort altijd dat je gedragen wordt door het publiek. Ja, het is echt heerlijk. Vanaf Malden is het eigenlijk 1 groot feest. Wel, en ja, net dus echt, het is gedragen door het publiek, kom je naar binnen. Je bent niet meer bezig met wat je voelt. En, gaat het vanzelf. Ja, ik denk dat u het volgende jaar gewoon weer bij bent. Ja, dat denk ik ook. Hey, geniet nog even van de hele sfeer hier. Ja? En dankjewel, hè. Je hoort het inderdaad, Peter. Het is sfeer en allerlei gezelligheid. Ja, in januari hoor ik altijd dat de mensen dan toch een beetje de kriebels krijgen om te gaan lopen. Nou ja, misschien dat wij ook de kriebels krijgen volgend jaar. Ik heb geen idee. We gaan even naar Anton. Nee, ik wil er weer Anton zeggen. Naar Toon. En Toon, waar sta jij nu dan weer op een hele rare plaats? Ja, ik heb een heel mooi pand gevonden hier op Sint-Annestraat. En ik heb gewoon even lief gevraagd of ik naar binnen mocht. En dat mocht. Hoi. Hoi. Wie ben je? Ik ben Rob, hi. Hallo Rob. Hi. Gaan we in jouw kamer even kijken? Ja, kamer. Dit is gewoon normaal. Van maandag tot vrijdag is het een kantoorruimte. Okay. Maar ja, dit is wel 1 groot voordeel aan deze kantoorruimte. Is dat het een Sint-Anne is. Dus dat is gewoon de mooiste dag van het jaar dat alle wandelaars langskomen. Dit is wel fantastisch. Kom even kijken. Kijk, normaal wordt je hard gewerkt. Ik vond het al verbazingwekkend schoon voor een studentenhuis. Maar dat verklaart alles. Hey, een balkonnetje. En dan hebben we dit uitzicht. Ja, dit kun je op zo'n dag als vandaag alleen maar van genieten, toch? Ja, beter dan dit kan het niet worden, hoor. Alle mensen, alle medewerkers beneden lekker op het podium. Zwaai naar die mensen. Lekker hard muziek luisteren. Onvergetelijke dag. Ja, dan mag je toch trots zijn als je dan zo in Nijmegen woont. Prachtig, zeg. Dit is echt verbluffend, want ik loop hier al best wel vaak voorbij en elke keer zie ik mensen op het balkon staan en denk ik, joh, dat wil ik eigenlijk ook.
En nou mocht het, nou is het gelukt. Freek, jij staat op de wedren. Hoe is het daar? En die trein, ja goed, die trein is nog lang niet tot staan gebracht. Dat gaat nog door tot een uur of zes. Niet in deze mate van drukte. Neemt langzaam wat af, maar mensen mogen tot 6 uur vandaag in ieder geval binnen blijven komen op de wedren. Voor het felbegeerde kruisje. Ik ga eens even kijken bij deze meneer. Valt de schade mee, meneer? Ja hoor. Nee, ik zit even naar je voeten te kijken. Nee, we waren gewoon goed in het park, maar... Bent u blij dat het erop zit? Ik ben blij dat het af is en ja? Dat de schoenen uit kunnen, ja. Dankjewel. Ik kan me voorstellen, dat lijkt me een heerlijk moment, of niet? Jazeker. Hoe is hij verder gegaan, de vierdaags? Het ging wel goed eigenlijk. Ja? Alleen het einde is altijd, blijf maar doorlopen. Maar... Ja. Het is druk, hè, denk ik, op de route, of niet? Het is goed te doen, ja. Ja. Gaat u volgend jaar weer lopen? Nee, maar in januari. Als we elkaar dan spreken, dan hoor ik misschien iets anders, precies, of niet? Ja. Hey, veel geniet ervan. Dankjewel, jullie ook. Veel succes. Ja, dus het is niet alleen maar lol. Het is natuurlijk, ja, we moeten niet uit het oog verliezen de sportieve prestatie. Hè? Want het is natuurlijk nogal wat om in deze temperatuur van zo'n 5, 26 graden met een hoge luchtvochtigheid om 30, 40 en 50 kilometer te lopen. Maar respect voor allen die dat doen en er komen er nog heel veel. Dus ik ga je straks nog veel meer vertellen. Ja, respect hebben we zeker. En respect ook daar bij de mensen die er ook binnenkomen bij Anton. Ja, dat klopt, Peter. En wat mij ook opvalt, want ik sta hier nu al wel een tijdje, maar ik heb het idee dat het steeds gezelliger wordt. Ook langs de kant is het hartstikke gezellig. Nou, ga eens even kijken. Nou, die is aan het bellen. Dus even kijken. Goeiedag, mevrouw. Goeiedag. Hoe gaat het? Het gaat prima. Ja? Ja. Ze lopen door, dus... Ze moeten er dan maar even bij. Een groep, hè? Ze zijn met een hele groep. Oké, kun je heel even kort... Hoe vond u het de afgelopen week? Geweldig, echt waar geweldig. Ja, wat maakt het zo geweldig? Gewoon al die mensen om ons heen en gewoon de sfeer die hier hangt. En de verzorging, alles. Ja. Jullie liepen ook met een hele groep. Waarvan kennen jullie elkaar? Nee, dat is de eerste keer voor mij. Okay, en ik ben aangestoken door Ria, dat is een collega. En ik ben aangestoken door haar. Dus ja, losse mensen, maar allemaal horen we bij elkaar. Ja, ik ben 12 jaar geleden begonnen. Ja. En toen kwam zij erbij, En het werkt aanstekelijk. Het is een soort virus. Ja, het is een soort virus. Daar hoor ik wel vaker van mensen. Dat de Vierdaagse ook echt een virus is. En dat daardoor mensen ook steeds vaker de Vierdaagse willen meelopen. Ga je dat ook doen met deze groep? En het grappige is, je loopt met 42.000 mensen. We zijn vanmorgen apart van start gegaan. En we komen elkaar tegen. Ja. Gek, hè? Maar waarom zijn jullie apart van start gegaan dan? Allemaal verschillende overnachtingsplekken en zo. Dus we moeten naar de kant. Allemaal verschillende. Ja, gewoon zelf ook mee gaan lopen. Ja. Dat is het beste advies. Okay. Maar weet je wat ik ga misschien doen. Oké, fijne dag. Ja, het wordt alleen maar drukker en drukker daar. En bij jou blijft het ook alleen maar drukker, Tom? Ja, zeker. Het is hier heel druk. Er is net wel een soort van ironisch momentje geweest, want ik stond hier en er kwamen een paar mensen aan die zeiden je moet dit even filmen, want we hebben mensen uit Oeteldonk. Ja, kom nou, hé. Gaan we even goed? Kijk hier, een heel spandoek gemaakt en hij zou binnen nu en 5 minuten zou hij er zijn, dus wij dachten we blijven even hier wachten en dan kunnen we even filmen hoe mooi het is, maar wat is er nou gebeurd? Ze zijn voorbij. En ze wisten dat ik hier stond. Maar Karin, goed gedaan voor de eerste keer. En ik hoop dat je het nog ziet, deze uitzending. Ze zijn wel binnen. Ze zijn binnen. Okay. Dus stop het. Nou, dan moeten ze nu toch gewoon even hierheen komen? Ja, ik zal ze even appen. Sinds een klein stukje teruglopen kan geen kwaad, denk ik. Ja, precies. Ik maak even een fotootje. Pak je jou eruit? Ja, mensen met wel met jou. Zijn er nog andere mensen waar jullie op stonden te wachten? Ja, zeker. Een collega van ons. Ja, Nog een Karin. Dus dat komt nog goed van pas, die spandoek. Komt nog helemaal goed. En wat is de reden dat zij het wel zien? Ja, dat hopen we dan maar. Misschien lopen die ook wel voorbij. Je moet harder gillen, hè? We doen het. We gaan heel hard gillen. Oeteldonk! 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 Hier! Kijk, oh, hier rijden ze. Oeteldonk!
Ja, wel handig natuurlijk als je afspreekt uiteindelijk dat de mensen wel waar je staat te wachten. Dat uiteindelijk je ook wel je enthousiasme kunt uiten. En iedereen kunt bedanken en kunt feliciteren dat ze toch die 4 dagen hebben volbracht. En tegenwoordig met de sms en dergelijke moet het allemaal niet zo heel moeilijk zijn. Blijf luisteren, blijf kijken, zometeen meer over de Vierdaagse. Of je nou feest of loopt, je bent erbij. De Vierdaagse op RN7. RN7. Je kunt hem gebruiken in de sportschool. Op je werk. Oeh, even een plaatje aanvragen. Of terwijl je op de Waalbrug in de file staat. Hoe lang duren die werkzaamheden ook alweer? Waar je ook bent, met de RN7-app luister en kijk je live naar RN7. Je kijkt mee in onze studio en je leest al het nieuws uit jouw buurt. Download hem nu in de App Store of Google Play Store. RN7, wij zijn er altijd. Woningbezitters, opgelet. Binnen 5 jaar moeten alle asbestdaken verwijderd zijn. Dus ook dat van uw garage, schuur of woning. Met de duurzame dakprofielen van Wycoplex bent u klaar voor de toekomst. Onderhoudsvrij, 30 jaar garantie en te combineren met zonnepanelen. Wacht niet langer en maak uw dak dit jaar asbestvrij. Nu tijdelijk met aantrekkelijk voordeel. Kijk op nijmegenasbestvrij.nl. Broodje Horeca. Al meer dan 50 jaar een begrip in Nijmegen. Heb je tijdens het winkelen zin in een broodje of ga je overwerken en wil je wat bestellen? In dat geval ben je bij Broodje Horeca aan het juiste adres. Bij Broodje Horeca heb je de keuze uit maar liefst 35 soorten beleg en 6 soorten brood. Tot ziens bij... Ah nee, computerstuk. Waar laat jij je computer altijd maken? Bij Corenet natuurlijk. De computerspecialist van Wiegen. Daar repareren ze computers, laptops en alles wat erbij hoort zeer vakkundig. En vaak binnen 24 uur. Bij Corenet kan je ook terecht voor het opschonen en virusvrijmaken van de pc. Hebben ze daar ook gebruikte computers? Jazeker. Corenet verkoopt nieuwe, maar ook gebruikte computers, laptops, printers, noem maar op. Ook heeft Corenet een groot assortiment nieuwe en gebruikte onderdelen. En het is helemaal niet duur. Dat is interessant. Waar zit Corenet? Corenet vind je op het Industriepark 4 in Wiegen. Kijk voor meer informatie op www.corenet.nl. Bij ons kan je gratis parkeren. Voor reparatie, schadeherstel of onderhoud van uw auto komt u naar Dennis Wijnen. Heeft u problemen met de airco of is het tijd voor een nieuwe APK? Ook dan bent u bij ons aan het juiste adres. Wij kopen en verkopen occasions die we direct op naam kunnen zetten in ons kentekenloket. U vindt autobedrijf Dennis Wijnen aan het Kolkske 47 in Ravenstein. Telefoon 0486 414 350. Kijk voor meer info en ons actuele aanbod op denniswijnen.nl. Wanneer uw huisdier overlijdt, is dat altijd een verdrietig moment. Dierencrematorium Nijmegen zorgt samen met u voor een liefdevol afscheid. We bieden een luisterend oor en een helpende hand. Bij Dierencrematorium Nijmegen beslist u wat u wilt en hoe u het wilt. Kijk op dierencrematorium-nijmegen.nl. Het ultieme vakantiegevoel beleef je in Sanadoom. Relax met een hapje en een drankje in de zon bij het buitenbad en ontspan volledig van een massage in ons Beauty Wellness Center. Bij slecht weer geniet je binnen van het warme thermaalwater uit eigen bronnen. Badkleding is altijd verplicht en Sanadoom is 365 dagen per jaar geopend. Kijk voor aantrekkelijke aanbiedingen op sanadoom.nl. RN7 Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Er worden op de laatste dag van de Vierdaagse weer vele duizenden lopers en toeschouwers verwacht op de Via Gladiola. Om de toestroom in goede banen te leiden zijn vandaag alleen de lopers toegelaten op de aankomstplaats de wedren. Het terrein in Nijmegen is alleen toegankelijk op vertoon van een persoonsgebonden polsbandje. Politie en een team van Vierdaagse stewards begeleiden de verspreiding van het wandellegioen. Om ruimte te maken voor de deelnemers is dus grenzend aan het start- en finishterrein een aparte plek ingericht voor wandelaars en hun supporters, de meet and greet. Dit is vanmiddag de plek waar wandelaars met hun familie en vrienden kunnen afspreken. Burgemeester Willem Gradissen van Moke Middelaar en marsleider Henny Sakkers van de Vierdaagse hebben gisterochtend een nieuw convenant ondertekend. In dit convenant staan alle afspraken tussen de gemeente en de wandelorganisatie duidelijk vastgesteld. Dat heeft de organisatie van de Vierdaagse gisteren bekendgemaakt. De ondertekening vond plaats in de VIP-tent in Mook, terwijl duizenden wandelaars voorbij trokken. Volgens de burgemeester gaat het in het convenant onder meer om het waarborgen van de continuïteit en afspraken over plaatsen van de medische posten. Automobilisten en motorrijders kunnen zaterdagavond en nacht niet over de Waalbrug.
De brug is in beide richtingen afgesloten van zaterdagavond 9 tot zondagochtend 6 uur. Het verkeer wordt omgeleid via de overstek. Fietsers en voetgangers kunnen wel over de Waalbrug. De afsluiting heeft te maken met wegwerkzaamheden. De wegwerkers gaan zaterdagnacht namelijk aan de slag om de verkeerssituatie weer terug te brengen naar de weg in de richting van voor de Vierdaagse. En die was speciaal aangepast voor het wandelevenement. En op plein 1944, gisteravond, is er een stroomstoring ontstaan. En dat gebeurde bij het optreden van de Dirty Daddies, die het voor de tweede keer optraden. De feestact kon het optreden daardoor niet afmaken. De band bedankte het publiek en verliet het podium. Door de stroomstoring hadden veel feestgangers het plein al verlaten. Het plein was daardoor veel sneller leeg. En tot zover dit Regio Nieuws in samenwerking met Dagblad De Gelderlander. Meer nieuws vind je ook op onze website rn7.nl of download gewoon onze app. Dit is Jolande van der Velden van de ANWB. In het midden van het land staat bij elkaar ruim 55 kilometer file. De meeste files leveren rond de 5 minuten vertraging op. Meer dan 10 minuten ben je nu kwijt voor de A1 Amsterdam-Apeldoorn. Tussen Amersfoort-West en Barneveld een kwartier. En verderop de A1 richting Hengelo tussen Afrit Voorst en Badmen een half uur vertraging. Ook een kwartier extra reistijd voor de A12 Utrecht-Duitse grens tussen Arnhem-Noord en Zevenaar. A28 Utrecht-Zwolle tussen Leuze-Zuid en Amersfoort-Vathorst 10 minuten. Een ongeluk met 10 minuten vertraging op de A50 Os richting Arnhem. Tussen Heteren en knooppunt Grijsoord, daar zijn twee rijstroken dicht. En door de werkzaamheden op de A325 Nijmegen-Arnhem, vertraging tussen Elst en het Gelredome op 3 kilometer langzaam rijden. In het oosten van het land is het langzaam rijden op de A1 Apeldoorn richting Hengelo tussen Afrit Voorst en Badmen een half uur vertraging. En op de A12 Utrecht-Duitse grens tussen Arnhem-Noord en Zevenaar een kwartier vertraging. Het is 6:30 op het vrijdagmiddag. Je luistert of je kijkt naar de registratie van de 103e editie van de Vierdaagse. De Vierdaagse van Nijmegen. We hebben nog een kleine 2,5 uur. Dan moeten al die duizenden wandelaars binnen zijn bij de wedren. En onze verslaggevers houden je vanmiddag natuurlijk op de hoogte. Dat doen wij tot aan 6:00. En onder andere doet Toon dat ook vanaf de route, Toon. Ja, zeker. Ja. Het is, zoals je ziet, komen nu allemaal militairen voorbij. Dit vind ik ook keer op keer spectaculair om te zien hier. Echt een Brit, dat hij iets kan zien, dat verbaast me ook sowieso. En dit is gewoon heel indrukwekkend, want aan de ene kant heb je dan dit, wat eigenlijk pure discipline, pure kracht is. En aan de andere kant staat dan dit. En dit is denk ik, jullie zijn een studentenhuis of wat is er? Ja, dit is een studentenhuis. We hebben nu een huisfeestje. Zijn het allemaal bewoners of vriendinnen of wat? Nee, zitten wij over en over en zijn nu onze vriendinnen aan het aanmoedigen. Oké, helemaal goed. Ja. Jullie maken er wel een feestje van. Ja, dat is wel leuk. Hoe is de logistiek hier? Want ik neem aan dat jullie ook gewoon aardig bier aan het drinken zijn. Ja, zeker. Dat is mooi. Ik heb een bandje gekocht, we kunnen gewoon onbeperkt daar drank halen. Dus. Hey, helemaal boppen. Ja. Dat is helemaal goed geregeld. Oh, jullie hebben echt een bandje. Ja, helemaal in blauw. Helemaal een thema. Helemaal goed, ik ben helemaal onder de indruk. Voor een studentenhuis, in ieder geval voor zover ik me kan herinneren, is dit beter georganiseerd dan ik gedacht had. Maar ja, wat hier gebeurt is gewoon echt fantastisch. Het gaat gewoon helemaal los. En dan kijk je hier en al die wandelaars, ze zien het ook. Jazeker. Dus het is nog steeds geniet hier, zelfs in de laatste uurtjes. Terug naar jullie voor nu en tot zometeen. Ja, feest langs de zijkant. Leuk die aanmoedigingen. Je ziet ook dat de wandelaars daar ontzettend blij mee zijn. Anton, hoe is het daar bij jou? Ja, nou, hier zit de sfeer er ook hartstikke goed in. Ik zie heel veel lachende mensen. Maar ik zag net op de route ook al wat mensen met een paar traantjes. Nou, ga eens eventjes kijken. Mevrouw, u straalt helemaal. Wat zegt u? U straalt helemaal. Ja. Ja, bent u blij dat u het heeft gehaald? Ja, inderdaad. Hoe was de route vandaag? Prima. Het was heerlijk wandelweer. Leuke mensen om ons heen. Trots op Nijmegen. Zo goed georganiseerd. Zulke lieve mensen om je heen. Ja, fantastisch. Ja, heeft u al vaker meegedaan? Voor de 48ste keer. Zo. 49. 49, maar waarom zo vaak? Een besmetting. Ja, het is geweldig. Al die mensen. Met 45.000 mensen of 47.000 mensen. Allemaal met hun neus dezelfde kant op. Allemaal vrienden. Ja. Ja, verbroedering. Ja, je komt gewoon met iedereen met elkaar komt in contact. Daarom komen we zo laat binnen.
gezelligheid, iedereen praten. Maar je bent nog ruim op tijd hoor. Ja, dankjewel. Nou, tot ziens. Ik wens u nog een fijne dag. Ja, dat klopt Peter. En ik sta naast iemand, nou, bent u een beetje fan van het Koningshuis? Ja, zeker. Ja, wat dacht je? Ja, dus bijna heel mijn leven al mee bezig geweest. En dat is wel leuk, maar ik wil juist Maxima en Willem-Alexander een beetje motiveren om volgend jaar ook hier met dit geweldige evenement mee te gaan doen. Want, ja, want ze hebben al, Willem-Alexander heeft ooit een keer onze koning dus een keer de Elfstedentocht meegedaan. Maar wat is mooier dan de Vierdaagse? Vier dagen wandelen, zoveel leuke mensen en dan Maxima aan zijn zijde en vandaag een beetje reclame gemaakt. Ik heb ze al een beetje laten genieten van de tocht, dus... Oké, nou deze meneer die draait zich nou even om en we zien nou koningin Maxima op uw rug. Ja, ja, ja. En waar heeft u Willem-Alexander dan? Nou, die hebben om en om gedaan. Gisteren zat, of eergisteren zat Willem-Alexander op mijn rug. Ja. En hebben ze gewoon mooi mee kunnen kijken allemaal. Hoe leuk dat het is om mee te doen. En als je ziet hoe het enthousiasme van de mensen is. Iedereen wil ook met de koning en de koningin op de foto. Dus ik raad ze wel aan om een beetje incognito te gaan. Oh, ja. Ja. Ja, zou ik wel doen. Zou ik zometeen ook even met u op de foto? Zo, met de koningin Maxima. Oh, dat gaan we zeker doen. Ja, oké, dat gaan we zo meteen dan eventjes doen. Maar eventjes over de afgelopen week. Hoe ging het? Ik moet wel zeggen, het was een beetje zwaar omdat mijn knieën... U wordt geknuffeld. Oh, wat lief, hè? Ja, nee, mijn knieën zijn gebroken. Ja, ik zie het. Ja, maar ze zitten wel goed vast. Het lastige was dat mijn rechterbeen vaak de rechterkant op wilde. Ja. Maar ja, het gaat toch wel. Maar als er een paardje onderweg was gekomen, had zo tussen mijn benen door kunnen gaan, dat ik meteen verder kunnen gaan. Ze staan een beetje uit elkaar nu. Ja, precies. Hey, wat gaat u zo meteen nog doen? Nou, even een biertje pakken en even het feestje vieren met alle mensen hier samen, want het is een groot feest hier. Heeft u groot gelijk. Ja. Oké, okay. Nou, misschien zien we u volgend jaar. Misschien natuurlijk koning Willem-Alexander en koningin Maxima. Ja, maar eerst ga ik mijn gouden kruis ophalen, hè? Want daar gaat het allemaal om. Daar gaat het om. Ja. Oké, okay, gaat u snel maar het kruis ophalen. Oké, okay, ja, dank u wel. Dag! Ja, de bekende Johan Vlemmingsen, ook even in de uitzending. Die zoekt ons ook altijd op, hè. En ja, van de een gaan we naar de ander op de wedren. En ik zie dat Maurice er is. Maurice, je bent er even lekker bij gaan zitten. Ik ben er even lekker bij gaan zitten, tussen twee dames. Waarbij eentje zegt, nou, ik ben heel blij. Het heeft gehaald. En de andere, de vriendin, die heeft het niet gehaald, want die is dinsdag uitgevallen. Ik zit tussen Kelly en Marieke trouwens uit Tilburg. Kelly, ja, ik ben dinsdag uitgevallen. Ja, klopt. Na de 8 kilometer ben ik eruit gestapt, omdat het echt niet meer ging. Ik had zoveel blaren en ik ben terug naar de EHBO gegaan. Het bleek er 25 te zijn. Oh. En een nagel eraf, dus het was goed dat ik eruit ging. Oh, heel goed. Maar ik ben Marieke blijven steunen. Ja, want dat maakt wel lastig, want jullie lopen dan samen. Je hebt samen getraind natuurlijk. Ja. En dan moet je in één keer moet je dan die Vierdaagse alleen gaan lopen. Maar je hebt hem wel uitgelopen, Marieke. Gefeliciteerd. Dankjewel. Ik heb hem wel uitgelopen en de woensdag was al zwaar toen Kelly af moest haken. Gisteren ging het hartstikke goed en vandaag ging het niet zo goed. Maar toen ik hier eenmaal was en mijn familie zag, was ik heel blij. Ja, waar was het moment dan dat het op de vierde dag wat moeilijker werd voor je? Aan het water, het lange stuk dat je alle mensen ziet lopen. En jij denkt, oh, daar moet ik ook nog helemaal naartoe. En ja, daar waren we wel lastig. Dus in de verte nog mensen ziet en je beseft, daar moet ik nog heen. En het laatste stuk hier voordat ik bij mijn familie was, daar leek echt geen eind aan te komen. Dan, want dan sta je hier te wachten op Marieke. Hebben jullie dan contact via de WhatsApp? Van, kom, zet door, we zijn hier te wachten. Hoe steun je haar dan? Continu WhatsApp, af en toe bellen, een keertje beeld bellen. Veel positieve berichtjes. We hadden een Facebookpagina gemaakt met z'n tweetjes. Waar al onze vrienden en familie op zaten. Daar kwamen ook echt honderden berichtjes binnen van iedereen. Kom op, je kunt het. Iedereen steunde ons van alle kanten. En dat was heel fijn. En nou volgend jaar gaan we dan wel samen lopen? Als het aan mij ligt wel, want ik wil hem ook nog halen. Ja, was dit de eerste keer? Ja, en ik heb net gezegd dat doe ik nooit meer. Maar ik hoor, nou, dat moet jawel, want ze willen met jou uitlopen. Ja, nou wie weet. Jij hebt er nog een jaartje voor, hè? Dus succes. Dan geniet nog eventjes dan hier van de en van het herstel natuurlijk. En jij ook, hè? Komt goed, dankjewel. We gaan terug naar de studio. Ja, als het de eerste keer is, dan valt het niet altijd mee. Gewoon even een paar dagen uitrusten, misschien een paar weken. En in januari maar eens even over nadenken. Ik zie dat Toon weer druk aan het feest vieren is, Toon. Geen huis is blijven staan. Eén ding dat is zeker. Mijn hart blijft voor ons slaan. Al moet ik kruipen. Op blote voeten gaan. Ik wil nog één keer sinds Stevens heuren slaan. Bim, bam, al moet ik kruipen. Op blote voeten gaan. Ik wil nog één keer sinds Stevens heuren slaan.
Ja, Piel, hè? Ja, lekker. Ja, het is je derde, hoor. Ja, het is mijn derde, jongen. Godsamme. Echt geweldig. Het is... En hoe gaat het nu met je? Mijn voeten doen zeer, maar het is mijn beste editie tot nu toe. En hoe dat zo? Editie 1, wel geteld 17 blaren. Editie 2, diarree. Editie 3, 1 blaadje. Dat is helemaal niks. en al aardig een beetje teut. Ja, vanaf Kuik ging het eerste biertje erin en sindsdien is het erg gezellig. Ja, precies. Ik kan me helemaal voorstellen, ze zeggen altijd, ja, je loopt op wolk hier, maar zo op deze manier kan ik wel geloven dat het niet pijn doet. Ja, dit is ook een soort van pijnstilling dit. Ja, precies. Heel goed, en geniet ervan, jongen. Ja, dankjewel, Toon, jongen. Je hebt het verdiend. Ah, lekker. Yes. Nou, dat sfeer zit hier zeker nog goed in. Of deze mensen al besloten hebben om volgend jaar te lopen, dat weet ik niet. Ga ik ze zo meteen vragen. Maar Vierdaagse is ook mensen bij elkaar brengen. Mensen ontmoeten elkaar hier op de afterparty. Die bellen met elkaar. Die hebben dan elkaar ineens op Facebook. En zo komen ze elkaar elk jaar weer tegen. En zo is dat ook met deze groep gebeurd. Gefeliciteerd, uitgelopen. Tweede keer, hè? Ja, tweede keer. Ja. Vierde keer uitgelopen? Ja, dat klopt. Maar jullie kennen elkaar dus eigenlijk via de Vierdaagse, hè? Zo heb ik het begrepen. Via de afterparty. Via de afterparty. Dat is dus net zo belangrijk als het lopen. Jazeker. En hoe doen jullie dan dat, de afterparty? Wij lopen eerst de Vierdaagse uit. En dan gaan we hier een biertje drinken. Met mensen die we niet kunnen. Maar jullie zitten ook bij elkaar op de camping, heb ik dat goed begrepen? Nee. Die jongen zit bij ons op de camping. Zit in onze groep. En hij loopt de 50 met mensen van zijn groep. En op zo'n manier dan kom je elkaar tegen. En jij mag de 40 lopen? Ik mag de 40 lopen. Dus jij loopt met de andere groep mee? Ik mag eigenlijk de 30 lopen, maar ik loop de 40, want ik loop samen met mijn vrouw. Dus okay. Nou, gefeliciteerd. Maar je zei tegen mij net, ik ben besmet geraakt eigenlijk door mijn buurman. Want die zei van, zeg die Vierdaagse, doe daar eens een keer aan mee. Ja, dat klopt. En hij zei zo tegen mij van, nou, dan ga je lopen voor die medailles en zo. En, ik zei, daar ga je toch niet voor lopen, jongen. En ja, toen was ik aangestoken. Eerste keer, tweede keer, derde keer. Ja, zoals je nou ziet, vierde keer. Ja, super gaaf is dat. Maar dacht je niet toen die buurman zei van, goh, weet je, loop eens voor je lol 50 kilometer elke dag. Ja. Dacht je toen niet van, die man is knettergek? Ja, in eerste instantie dacht ik dat. Ja, dat klopt. Ja, absoluut, dat dacht ik echt. Maar toen zag je misschien beelden of heb je het beleefd? En dacht je van, nou, ik snap wel waarom mensen gewoon 50 kilometer op een dag gaan lopen. Nu snap ik dat wel. Ja, maar ik snap het nog steeds niet, hoor. Niet? Nou, nee, ik heb nog steeds een keer meelopen. Waarom? Dat is zo afzien. Nee, dan moet je echt een keer meelopen. Dat is gewoon de sfeer, alles eromheen. Dat is echt super gaaf. Dat is heel gaaf. Maar nu de vraag, komen jullie volgend jaar weer? Als ze mij legt wel, maar dan gaan we nog even overleggen. Ik ben er zeker weten weer bij. Jij gaat voor nummer 5? Ik ga absoluut voor nummer 5. Kijk, jongens, proost even op deze mooie Vierdaagse, want het was toch wel... Een geslaagde Vierdaagse, kun je toch wel zo zeggen. Nou, hier wordt geproost en ze gaan volgend jaar nog een keer lopen. Heel erg goed. Waar ook geproost wordt, dat is bij Toon. Die is weer feest aan het vieren daar op de route, Toon. Nou, staat niet. Ze zitten. En ze hebben het gehaald de eerste keer. Een traan hoort erbij en een biertje hoort er ook bij, hè? Precies. Hey, gefeliciteerd. Maar wat maakt het... ik werd net emotioneel. Wat maakt het dan zo emotioneel? Nou, we hebben samen heel lang geoefend, een jaar lang. En we hebben beide wel een rustzakje. Ik heb hem niet om, maar in ieder geval hebben we een rustzakje. En ja, we hebben heel veel gesprekken gehad ook wel samen. En dat gaat nu allemaal door mijn hoofd. En... ja, dat maakt het gewoon emotioneel. Ja. En we hebben het gehaald. Ja, wanneer hadden jullie besloten, het idee komt een keer om dan die Vierdaagse te lopen samen? Dat was jouw idee? Ja, ik leefde een beetje, moet ik dat zeggen, niet echt voor mezelf. En toen heb ik de knop omgezet om echt voor mezelf te gaan leven. En dingen te doen die ik eigenlijk normaal nooit zou doen. En daar hoorde dit bij. En dat is gewoon super mooi. We zijn echt super trots op elkaar. Ik ben echt zo trots op Til, echt. Ja, mooi. Maar dit is ook wat de Vierdaagse natuurlijk is, hè?
mensen dichter bij elkaar brengen. En heel knap dat jullie gedaan hebben. En ik zou zeggen, wij zijn ook trots op jullie. Nou, gefeliciteerd. Bedankt. Geniet van jullie biertje. Gaan we zeker doen. Maar gaat nummer 2 er wel komen? Volgend jaar weer? Ja, het kriebelt nu al. Ja, hè? Ja. Zie. Toch weer volgend jaar ook weer lopen. We gaan over naar volgens mij ergens anders op de wedren. Ja, de Vierdaagse is sowieso een feest van emoties. Huilen, tranen komen er af en toe bij. Maar Toon staat bij hele gelukkige, vrolijke mensen. Toch, Toon? Ja, nou ja, mooi. Hi. Ik reageer net. Hey, dames, dankjewel. Ik heb hier zojuist van iemand pepermunt in mijn hand geduwd gekregen. En ik weet niet of jullie vandaar al konden ruiken dat het hard nodig was. Jazeker, ik heb een mond vol. Ja, jullie staan hier allemaal dingen uit te delen. Jullie zagen net ook bekenden, als ik het goed zag. Hoe lang staan jullie hier al? Heb je naar je zin? Uren, we staan hier al uren. We hebben het wel enorm naar ons zin, maar ik vind dit ook wel afzien. Ik krijg blaren van staan. Ja, eerlijk. Ja, ik zweer het je. Je realiseert je dat je live op Nijmeegse televisie bent en je durft dit te zeggen. Ja, dat durf ik wel te zeggen. Ja. Terwijl er mensen voorbij lopen die 200 kilometer in de schoenen hebben zitten. Maar dit is ook wel wat hoor. Wel wat. Helemaal goed. En hier, ik zie jullie ook hier staan. Zijn jullie op iemand aan het wachten toevallig? Zeker, op een teamgenootje van haar. Ja. Ze zijn nog niet voorbij gekomen. Nee, ze zijn nog een beetje overal aan het drinken, dus we denken dat het nog wel even duurt. Helemaal goed. Maar dat mag ook gewoon, je mag ook gewoon drinken. En wat hier nog meer? Ik zie nog meer mensen staan hier, hoi. Ik zie bier! Dankjewel voor deze bijdrage. Ben jij op iemand te wachten? Ja, op jou. Hoi schat, dit is mijn vriendin. Oké, tot hier. Terug naar jullie. Ja, goedemiddag Mart. Ja, het gaat hier hartstikke goed. De sfeer zit er goed in. De mensen zijn vrolijk. Ik zag wel net al een aantal mensen voorbij komen die het een beetje zwaar hadden. Maar dan mag de pret natuurlijk niet drukken. Ik ga eens even kijken. Daar komen mensen met vlaggen aan. Ik ga eens eventjes vragen aan die meneer wat erop staat. Goeiedag meneer. Goeiedag. Wat staat er op die vlag? Het staat onze inzet gaat verder, 60 jaar. Oké, waarom staat dat erop? Wij lopen met een groepje van ons bouwbedrijf. En we bestaan dit jaar 60 jaar. Nou, van harte gefeliciteerd. Dankjewel. Ja, en lopen jullie met het hele bedrijf mee? 17 man. 17 man. Ja. En hoeveel mensen werken er? 85. Oké. Nou, volgend jaar zou het wel leuk zijn als bijna het hele bedrijf zou meewandelen. Proberen we. Ja. Hoe heb je de andere 16 mensen meegekregen? Hoe we ze meegekregen hebben? Door te vragen. Had ze al eerder meegelopen? Nee. Er zijn er 2 van de 17 die hebben 2 keer gelopen nu. Ja. En de rest allemaal 1 keer. Zijn jullie van plan om volgend jaar weer met z'n allen mee te lopen? We kijken even. Ja. Het is een hele opgave. Okay. Hoe vond u de afgelopen week? Super. Ja, echt super gaaf. Dit is echt een gigantisch evenement. Daar kun je echt trots op zijn als Nijmegen zijnde. Komt u ook uit Nijmegen? Nee, geen de Muiden. Oké. De parel van Overijssel noemen ze dat. Ja, precies. Oké, nou, ik wens u nog heel erg veel plezier met wat u straks gaat doen. Kom goed. Dankjewel, hè. Hoi. Trots zullen ze ongetwijfeld ook verderop op de wedren voelen. Daar waar Maurice staat, met een hoop gladiolen om zich heen zo te zien. Nou, inderdaad, ik sta hier tussen de gladiolen en dan bedoel ik de bloemen natuurlijk. Maar we hebben het gehaald! Yeah! Hey, gefeliciteerd! Dankjewel! Hoe was het? Het was echt fantastisch. Het is zo'n groot feest. Dit moet je een keer meegemaakt hebben in je leven. Echt waar. Maar dit was de hoeveelste keer dat u dit meemaakte? De allereerste. Wow, wat gaaf. Vandaag ze maagden. Ja. Maar hoe nu heb... niet meer. Wij zijn nu ontmaagd. Ja, we zeker. Eerste keer. Ja. Maar hoe kennen jullie elkaar dan? Via de Via Vierdaagse. Ja. Daarmee kun je leren hoe je het moet lopen, hoe je het gaat doen. Je wordt fantastisch voorbereid. Ja, helemaal absoluut. Goed geholpen. Ja. En hebben jullie dan ook samen getraind of dat niet? Ja, als het uitkomt dan pakken we een leuke wandeling en dan gaan we samen doen. Zo gezellig, zo leuk. We hebben elkaar van daar is een leuke wandeling, wie gaat er mee? En dan spraken we af. Nou, en zo zijn we elkaar eigenlijk leren kennen en prachtige wandelingen gemaakt. En als je terugkijkt op deze week, wat blijft nou het meeste bij? Al die mensen langs de kant die voor je klappen. Absoluut. Maar ook de zieke mensen, de bejaarden die daar zitten. Hè? En dat is zo ontroerend om te zien wat die allemaal doen en dat die mensen er zitten.
En al die mensen die aan het werk zijn geweest om voor onze veilige vierdaagse, zo top. De vrijwilligers, ja. Bij de Dixies, bij de DAR, bij overal. De KWBN, overal. Ja, ongelooflijk. Top. En hoe ziet nou de rest van de dag eruit? Wordt nou even gefeest? Ja, drankje erbij? Zeker biertje drinken. En volgend jaar voor de tweede keer? Ja, dan gaan we de 50 doen, hè? Kijk. Nou, echt niet. Zeker. Oh, ik hoor je nog een kleine discussie. Maar daar hebben we nog een jaar de tijd voor om te bepalen. Ik wil meedoen en die moet 50, dan, dus dan loop ik mee. Ja. Nou, maar in ieder geval, er zijn vriendschappen hier ontstaan en jullie hebben genoten. En daar draait het om. We gaan ergens anders naartoe. Zeker. Volgens mij gaan we naar Toon. Ja, absoluut. Nou, Toon, zeg het maar. Jij ziet, ik zie een hoop paarden bij Toon voorbij komen. Ja. Dit is, ik vind dit vals spelen. Maar hier is een ding, denk ik. Het is, we zijn hier nu alweer wat dichter bij de wedrennen inmiddels. Zoals je hoort, er komt een heel fanfare-orkest voorbij. Eigenlijk de hele politiemacht. Dit is Gelderland Zuid wat nu voorbij komt lopen. Zo te zien hebben we hier Oost-Brabant, Noord-Brabant of Noord-Nederland zo te zien. En gaat het nog een beetje goed met de politie? Wel hè? Jawel, volgens mij wel. Ja. Ze kunnen nog allemaal aan. En ik moet wel zeggen, wat me opvalt is dat je merkt wel dat we een beetje de laatste uurtjes naderen. Want er komen steeds meer mensen voorbij die toch met een beetje pijn in de voetjes lijken te lopen. Mensen die een klein beetje strak getrokken gezicht hebben. En dit zijn allemaal mensen die volgens mij gewoon heel blij zijn dat ze het eindelijk gehaald hebben. Dat ze eindelijk hier zijn. En je hebt nu nog zoveel tijd om naar de wedren te komen. Dat moet natuurlijk wel lukken. Mag ik jou heel even erbij hebben? Heel eventjes. Je bent er nou bijna. Hoe gaat het met je voeten? Ja, heel goed. Heel goed? Super, ja, heel goed. Heb je helemaal nergens last van? Nee, geen. Geen last. Ik goed om te horen. Super mooi weer. Ja, precies. Het is dit jaar goed geweest, hè? Het kan niet mooier. Nee, echt niet mooi. Hey, geniet van de laatste meters al in ieder geval. Komt goed. Zet hem op. Hey mannen. Ja, het is hier gewoon helemaal leuk. De politie loopt nog steeds voorbij. Die zijn echt met veel trouwens. Ik voel me helemaal veilig hier, joh. Terug naar jullie en tot zometeen. Goedemiddag. Ja, live vanaf de wedren hier in Nijmegen. Bij de laatste dag van de Nijmeegse Vierdaagse, de dag van Kuik. En het is, ik kan niet anders zeggen, het is een feestje. Lachende mensen, lekker genietend van het biertje en allemaal een glimlach op het gezicht. Want ze hebben het gehaald. Ze zijn hier en ze hebben een kruisje verdiend. Niels, ik volg jou al vanaf dinsdag. Ja. De 50 kilometer. Ja. Jij hebt het gehaald. Ja, daar ben ik heel blij om, maar geniet van harte de laatste dag. Nee, van harte proficiat, dat wil ik eerst eens even zeggen. Dankjewel, jongen. Ja. Maar het was zwaar vandaag. Ja, ik had vandaag kreeg last van mijn scheenbeen in de 20 kilometer, dus dan doe het wel even zwaar, ja. Ja, jij zei net, iedere stap doet zeer. Ja, dan doet iedere stap zeer. Het is net dat even een mes in je schenen steekt. Ja, aan de andere kant, als het dag 4 gebeurt, dan loop je er wel uit. Ja, maar wat houd je dan op de been? Ik zou zeggen, ik stop ermee. Ja, maar ja, die laatste kilometer loop je ook wel uit, toch? Ja, en alle maten in de stad en langs de Via Gladiola staat iedereen. Ja, dan loop je toch wel een beetje voor, hè? Ja, beschrijf het eens, als je op die Via Gladiola loopt, wat zie je dan eigenlijk? We hadden nou 5-6 mensen staan daar. Dus dan loop je om de 100 meter er langs, lekker biertje drinken met z'n allen. En dat is gewoon een hele grote gezelligheid. En dan heb je helemaal geen pijn meer eigenlijk. Die voel ik niet meer. Nee. Maar wat kun je er nou aan doen? Je scheenbeenontsteking, niks, rust? Ja, ik heb geen idee. Ik ga op vakantie zondag en dat zal wel heel lang rust worden, denk ik. Ja, dat wordt heel lang rust. Ja, lekker naar Italië. Wat ga je vanavond doen? Ik ga lekker de stad in houden. Echt waar? Ja, zeker weten. Ja, 100%. En dan komt een lekker biertje aan te pas, denk ik. Ja, wel meer dan één. Ja. Daar heb ik heel veel zin in. Ja. Nou, ik zou zeggen, geniet ervan. Komt geniet goed. Van je medaille. Ja, dankjewel. En ook van een fijne vakantie. Ja, jij ook. En na de vakantie zien we elkaar, hè? Ja, zeker weten. Toi. Hartstikke goed. Nou Bart, het is niet heel erg makkelijk voor sommige mensen. Ja, dat is ook heel gevarieerd. De een die loopt hem fluitend, bij wijze van spreken. En de ander is toch een beetje afzien. Scheenbeenontsteking, blaren, afijn. Het is geen makkelijke tocht, maar dat is de Vierdaagse van Nijmegen. En het overgrote deel komt gewoon binnen. Dankjewel Freek. En misschien wel een nog lekkerder gevoel dan finishen is de finish in zicht zien. En Toon staat tussen heel veel mensen die de finish toch inmiddels wel in zicht hebben. Toch Toon? Ja, absoluut. Alleen ik kan inderdaad ook wel absoluut bevestigen wat er net gezegd werd. Dat er steeds meer mensen binnenkomen die het wel echt met pijn en moeite doen. Er zijn al een paar mensen die voorbij komen strompelen. Er zijn een paar mensen die... Ik heb net eerder vandaag iemand gezien die viel gewoon om. Ik weet niet zeker of ze flauw viel of kramp kreeg. Maar die werd omhoog geholpen door twee andere wandelaars en die werd verder gesleept. En het verbroedert wat dat betreft wel gewoon ontzettend. Kijk hier. Eentje die rent zelfs voorbij, ook helemaal gezellig.
Maar wat we eigenlijk wel even kunnen doen is iemand kijken die ook echt moeilijk loopt. Het is alleen net pech dat ik die nu niet voorbij zie komen. Hier zijn wel allemaal mensen die heel enthousiast zijn. Kom er even bij. Hoi. Hoi. Hallo, hi. Hoe gaat het? Hartstikke goed. Nee, ik heb heel pijn. Je hebt heel veel pijn. Ik was het even vergeten. Waarom vergeet je? Door de sfeer, de gezelligheid. Ja? Super, ja, helemaal geweldig. Ja. Ja, en vanaf wanneer begint dat? Dat je de pijn vergeet en dat je het gewoon... Kilometer of 12. Kilometer of 12? Ja. Maar dan heb je al wel een poosje geen pijn meer. Nee, precies. En dat is heerlijk. Ja. Oh, we gaan even stappen opzijde. Oké. Okay. Maar de pijn heeft je er niet van weerhouden, dus als ik het goed begrijp. Nee, want het begon al bij dag 1. Ja, dat geloof ik. Ja, mijn eerste keer. De eerste keer ook? Ja, en ik heb hartstikke veel getraind, maar blaren, alles, pijn. Oh, baba. Maar superleuk. En loop je samen met iemand of loop je alleen? Nee, helemaal alleen, ja. Oh, wauw, ja. Niet echt alleen, hè? Nee, je loopt nooit alleen natuurlijk. Nee, precies. Maar en je bent nog gewoon ruim op tijd, je hebt nog alle tijd. Ja, maar ik ben ervan aan het genieten, hè. Ik denk, doe rustig aan. Ja, je ziet eruit alsof je ervan geniet. Dat doe ik ook, zeker. Hoe pijn het ook doet. Oh, dat wil je niet weten. Wil je niet weten? Nee, nee. Maar nog eventjes en dan ga ik mijn kruisje halen. Precies. En daar heb ik het voor gedaan. En dan? Nog een keer? Ja. Je hebt nu de 40 gedaan, de 50 dan? Nee. Dit is leuk. Dit is leuk. Dit is goed te doen. Ja. Ja, dus volgend jaar weer. Ja. Volgend jaar weer. Ja, zeker. Tot volgend jaar dan. Veel plezier. Ja, is goed. Gefeliciteerd alvast en geniet ervan. Laten we eens even kijken hoe het Anton vergaat, daar net iets verderop bij de wedren. Ja, dat klopt, Mart. Inderdaad, ik sta nog steeds iets verderop van de wedren. Ik kreeg net al van een jongen een gladiool aangeboden. Dat vond ik wel grappig. Maar ik zei tegen hem van, ik heb zelf niet meegelopen. Geef maar een van deze andere kanjers. Bijvoorbeeld met deze meneer. Meneer, hoe gaat het? Ik leef nog. Ja, u leeft nog? Ja, zoiets. Heeft u het zwaar gehad de afgelopen dagen? Vandaag was het makkelijkst. Ja, waarom? Ja, ik ging eigenlijk alleen maar beter lopen. Dus het was ook de 10e keer, dus ik had... De 10e keer al? Ja. Dus u had al wel wat ervaring? Dat wel, ja. Gaat u volgend jaar weer meelopen? Ja, ik ga voor het kroontje natuurlijk. En de gezelligheid. Ja, precies. Want is de sfeer ook een beetje goed? Ja, vandaag was helemaal top. Ja, zeker. Nou, ga maar snel een kruisje halen en misschien tot volgend jaar. Dankjewel. Doeg. Ja, de meeste diehards komen volgend jaar volgens mij gewoon terug als ik het zo zie. Het ziet er ook schitterend uit, al die mensen met gigantische bossen gladiolen achter in hun tassen, in hun armen, waar ze het dan ook hebben. Freek, ook nog mensen erbij die gladiolen hebben? Nou, geen gladiolen, maar die mee hebben gedaan aan de sponsorloop. De sponsorloop wil zeggen dat je loopt en daarvoor geld gedoneerd krijgt. En deze meneer die doet die sponsorloop, toch? Ja, wij doen de sponsorloop, ja. Voor welk doel? CF. Dat is? Ik heb het pak hamer. Ik ga hamer. Vertel eens, wat is dat? Dat is een stichting die geld ophaalt voor kinderen die lijden aan de taaislijmziekte. En jullie zijn eerste geworden, heb ik begrepen? Ja, van de Vierdaagse Sponsorloop. Dus dat is een officiële stichting. En daar staan we op dit moment nog eerste. En daar gaan we dat zeker volhouden. Het is tot 15 augustus nog mogelijk om geld in te zamelen. Dat is heel knap, bij eerste bent geworden. Ja, zeker. Ja. We zitten nu op €13.239. Zo, dat is behoorlijk wat. Ja. En daar hebben jullie voor moeten lopen. Hoe ging dat? Dat ging eigenlijk hartstikke goed. Redelijk vlekkeloos, ondanks dat er wat momentjes waren waarbij we dachten, poeh. Dan denk je weer even aan ons lieve nichtje Fien en dan gaan we er weer voor. Dat had je wel vaker gelopen? Ik wel. Ja. Ik wel voor de derde keer en de andere twee voor de eerste keer. Ja. Als je zo'n sponsorloop doet, ga je dan familie, vrienden en kennissen af van ik ga de Vierdaagse lopen en wil je geld ervoor geven? Ja, zeker. Dan, weet je, het komt ter sprake en we sturen de appjes uit en we doen er zoveel mogelijk aan om te zorgen dat daar in ieder geval zoveel mogelijk geld door binnenkomt. Ja. En dat is gelukt. Is er wat informatie te vinden op internet van jullie stichting? Ja, de NCFS, dat is de stichting en die heeft een hele grote website. Dus als mensen dat googelen, dan komen ze daar wel terecht. En nog doneren is mogelijk? Ja, tot 15 augustus. Ja. Vond je deze Vierdaagse? Helemaal leuk. Ja? Ja. Wat ga je nou nog doen? Uitrusten. Ja. Nou, dat heb je verdiend. Ja. En heel veel complimenten met die stichting van jullie. Okay. Ja, hartstikke mooi, nobel doel. Niet alleen sportieve prestaties, ook hele mooie doelen worden er gesteund dankzij die Vierdaagse. Terug naar jou, Mart. Dat er nog druk gewandeld wordt. Ik heb ook het idee dat er steeds meer mensen aan zitten te komen. Ze hebben nog iets minder dan anderhalf uur de tijd om te finishen. Nou, ga eens eventjes vragen hoe mensen het hebben gehad. Nou, ik zie naast mij dat mevrouw het wat zwaarder heeft. Goedemiddag. Hallo, nee, ik heb geen tijd. Heeft u geen tijd? Mag ik u wat vragen? Ja, vraag maar hoor. Oké, hoe gaat het met u? Wat
mij heel best. En met de vrouw die naast u loopt? Heel slecht. Wat is er mee in de hand? Heel zwak. Wat heeft ze? Heel zwak is ze. Oh, heel zwak. Hoe komt dat? Vanwege het lopen? Of? Ja. En met u gaat het wel? Ja, gelukkig wel. Bent u blij dat het bijna is afgelopen? Van haar wel, ja. Ja? Ja. Met van plan volgend jaar weer mee te gaan lopen? Oh, ik wel hoor. Tuurlijk. Ja? U niet? Nee. Laatste keer. Okay. Nou, gaat u zo meteen maar lekker uitrusten. En van harte gefeliciteerd. Nou, we moeten nog een eindje fietsen hoor. Oké, succes. Ja, bedankt. Deze arme mensen moeten dan zometeen ook nog gaan fietsen. Nou, mevrouw, je kunt het zien als je via de site of via tv meekijkt. Deze mevrouw moet inderdaad echt door twee mensen over de finish heen geholpen worden. Maar het goede nieuws is dat de finish in zicht is. Ze gaat nu rechtsaf de wedren op. Dus ze is er wel gewoon. Hoe zwaar het ook is geweest voor haar, ze heeft het wel helemaal uitgelopen. Toon, hoe is het bij jou? Ja, hier is het goed. Ik heb een human interest story. Ik heb namelijk iemand die echt een hele unieke kijk heeft op het verschil tussen het vieren en het wandelen van de Vierdaagse. Oh, nee. Wat ik hoorde jou zeggen, ja, die wandelaars die klagen over hun voeten, maar bij de feesters... Ja, voor mij was het wel op zich ook wel een zware week. Ik voelde al na de eerste nacht, weet je, dan kom je om 5 uur thuis, dan voelde ik al mijn tables een beetje roestig en gevoelig werden. Maar dan moet je nog 6 nachten. Precies. 6 nachten lang voluit gaan en gewoon je ding doen. Na 2 nachten dan waren er al wat schuurplekjes te zien en dan ook een keer als ik t-shirt aantrek, dan ja, doet er wel pijn, zeg maar. En het laat vlekken achter in je shirt? Ja, je kunt het zien als blaren op je tepels. Ja. Dat was wel pijnlijk. Ja, dat kan hem heel goed voor. Ja, ik heb ze inmiddels afgetaped met zwart tape, met een mooi kruisje ook. Ja. Ik zou ze niet laten zien, want het blijft tv, hè. Maar... En ben je al bij de blarenpost geweest? Hebben die je kunnen helpen? Ja, ik ben er net bij mijn moeder geweest. Ja. Die heeft wel iets kunnen verkoelen met ijs. Ja. Dat scheelt in de vroege ochtend als je wakker wordt, vroege middag als je wakker wordt, ja, scheelt dat wel wat, zeg maar. Maar ja, dan ga je weer de nacht in, dan gaat het weer zweten, zout worden. En wat komt er allemaal los? Een bak ellende. Ja, ik doe mijn best. Ik doe echt mijn best. Het is nog 1 nachtje. Ik ga er volgen hoor. Ik ga nou niet meer opgeven. Ik ben al zover. Dit is jouw Via Gladiola vanavond. Ja, absoluut. Ja, nog één keer goed knallen. Eén keertje dansen. Ja, gewoon door dat geschuur heen. En gewoon lekker zelf schuren. Bloeden, laat maar gaan. Juist, ja, heel gewoon moeten we gewoon voor gaan. Dus voor de mensen die thuis zitten, de mensen die meekijken, de mensen die de hele week hebben gefeest. Laat je bloedende tepels nou niet de reden zijn dat je vanavond thuis blijft. Ga nou gewoon nog doorgaan. Ga nou gewoon door. Zij doen het hier allemaal. Ja. 10.000 mensen, veel respect voor je. Zij gaan allemaal door. Ja, blaren op je voeten, blaren op je tepels. Het is 1 pot nat. Je moet het gewoon doen. Je moet gewoon gaan. Bij hetzelfde doen. Ja. Dankjewel. Nou, druk dat het is. Ja, dit is toch wel het drukste moment weer eventjes wat binnen gaat komen. Ja, ze hebben natuurlijk vandaag tot 6 uur, dus je kunt het iets rustiger aandoen. Maar toch is het wel heel erg verstandig om die tijd allemaal in de gaten te houden. Ze komen met grote getalen hier binnen. En ze hebben allemaal... Hoi, mag ik jou wat vragen? Ja, hoor. 40 kilometer. Jazeker. Hoeveelste keer? Eerste. Ja, eerste keer. Dus allemaal extra speciaal. Ja, en waarom heb je hem gelopen? Mijn vader heeft vroeger heel vaak meegelopen. En toen dacht ik al, dat zou ik zelf ook nog wel ooit willen. Yeah. En toen werd ik zelf wel ouder en wilde ik zelf wel meer lopen. En toen dacht ik, ja, nou komt de tijd wel om het een keer te gaan doen. Ja. Maar ik had me inmiddels al 2 keer ingeschreven en dit was de 3e keer. Ja. Dus eindelijk mocht ik een keer meedoen. Ja. Maar het was wel een hele tocht. Ja, dat kan ik me voorstellen. Had je getraind of niet? Sorry? Had je getraind? Ik heb van tevoren wel getraind. Maar ik vind het de eerste keer wel heel moeilijk inschatten wanneer het genoeg is. Ja, snap ik. Of het, je gaat van tevoren geen 4 keer 40 kilometer lopen. Nee, dat is waar. Dus een maand geleden 2 keer 40 gelopen. En die gingen redelijk goed. Dus ik dacht, dan gaan we er maar gewoon aan beginnen en we zien wel. Je loopt alleen of niet? Nee, mijn vriendin loopt mee en 2 vrienden van haar. Ja. Dus we zijn met z'n vieren. Ja. Hoe was nou jouw eerste indruk van de Vierdaagse? De eerste 3 dagen zei, als mensen vroegen, ga je nog een keer lopen, zei ik ja zeker. En vandaag dacht ik daar iets anders over. Maar de Via Gladiola heeft me wel er doorheen gesleept. Ja, maar niet op andere gedachten gebracht, of wel? Nee, volgend jaar... Nu niet meer. Nee? Nu ga ik volgend jaar weer gaan lopen, weet ik niet. Nee.
Maar het was wel heel leuk. Ja. Er komt sowieso nog wel een keer een tweede keer. Ja, nou, fantastische ervaring toch? Die pakken ze hier niet meer af, hè? Nee, precies. Nee, het was echt heel, heel bijzonder. Ga je vanavond nog stappen? Nou, we gaan vanavond uit eten en we hebben net vlak voor de finish hebben we nog een paar biertjes gedaan. Kijk. Dus we hebben al een beetje feestje gevierd. Ja. En ik denk dat we daar vanavond nog wel even mee verder gaan. Ja. Ik wens je heel veel plezier. Ik ga gauw je kruisje halen. Ja, want daarvoor is het bedoeld natuurlijk. Ja, precies. En wellicht tot volgend jaar in Nijmegen. Dankjewel, hè. Doei. Okay. Doei. Druk op. Hartstikke gezellig hier op de wedren en dat zal nog wel eventjes zo blijven. Dus we komen straks nog een keer bij je terug, Maart. Ja, het is nog steeds hartstikke leuk en heel erg druk. Er liepen net allerlei soldaten langs. En ja, nu nog steeds eigenlijk. Ik ga eens eventjes kijken. Ik zie ook natuurlijk nog andere mensen langs lopen. Goeiedag mevrouw, hoe gaat het? Goed. Ja, bent u blij dat het is afgelopen? Ja, heel blij. Want? Ja, heel veel pijn gehad. Waar heeft u allemaal last van gehad? Mijn voeten, mijn knieën, alles. Ook veel blaren gehad? Nee, geen één. Oh, maar toch een last van? Ja, van de rest. En ik ben gewoon moe en ik wil gewoon slapen. Je gaat straks dus lekker uitrusten. Ja, jij ook? Ja, ik ga ook uitrusten. Ja, ik ga eigenlijk nog feesten. Ja, mooi. Jij niet meer? Nee, ik ben er te moe voor. Oké, nou rust maar lekker uit en van harte gefeliciteerd. Ja, dankjewel. Oké, doei. Nou, het is hier goed hoor. De sfeer is prima, uitstekend. Maar ik zie wel vermoeiende mensen, vermoeiende voeten. Kijk eens om je heen. Sommige mensen zijn echt aan het strompelen om, ja, toch die finish te bereiken. Maar ze hebben uiteindelijk die finish dan toch weten te bereiken. We gaan eens even kijken. Mevrouw, goedemiddag. Goedemiddag. U bent binnen. Ja, heerlijk. Gefeliciteerd. Ja, dank u wel. Hoe voelt dat? Nou, zalig. Ja? Bevrijding eventjes. En een biertje erbij. Ja, zo, dat is nog het allerlekkerste. Daar gaan we voor. Ja, hoe was het deze week? Ja, fantastisch. Fantastisch. Nog pijntjes ergens? Ja, een beetje, nee, geen blaar, geen enkele blaar. Geen enkele? Nee, geen enkele, nee. Hoe komt dat? Nou ja, ik denk dat ik er goed tegen kan waarschijnlijk. Goed geoefend? Nee, bijna niet. Bijna niet? Nee, bijna niet, nee. Maar we zijn binnen. En volgend jaar weer? Ja, ga ik nog even over nadenken. Goed zo. Ja. Ik zie me volgend jaar gewoon weer. Gewoon doen. Ja, top was het. Veel plezier vandaag nog. Ja, die mevrouw is wel binnen, dat is mooi. Ik ga eens even kijken of ik wat andere mensen... Oh, ik zie hier een mevrouw die... een beetje strompelend binnenkomt. Hallo, hallo. Hallo. Jullie hebben de moeite mee, zie ik. Nee, ik mis een nagel. Die heeft net iemand eraf getrapt. Hoe? Ja, door er tegenaan te lopen. Die zat al los. Oh, maar dan ben je hem wel kwijt. Ja, dat hoop ik. Nou, succes. Kan ook zomaar gebeuren dat je de nagel kwijtraakt. Ja, er komt ook zo'n grote mensenmassa aan. Dan valt het ook niet mee om elkaar te ontlopen natuurlijk. Ik zie hier een meneer. Meneer, goeiedag. Hallo. U kijkt een beetje verzuurd. Nee, helemaal niet. Niet? Nee, ik ben sorry. Super blij. Blij. Ja. Laat eens zien aan de camera dat u blij bent. Ik ben heel blij, ja. Yes. Want u bent binnen. Eerste keer. Eerste keer? Ja, helemaal afgezien. Tot en met. En, maar wel gehaald. Hey, en, blaren, knieën, alles. Ja? Hoeveel blaren hebben we geteld? Drie. Oh, dat is niks. Ja, maar wel blaar op blaar. Oh, dat doet pijn, hè? Doet heel erg pijn, en vanavond, wat gaat u doen? Biertjes. Biertjes? Ja, daar ga ik van genieten. En dan heel veel biertjes, dat u lekker kunt slapen daarna? Ja, nou slapen doe ik toch wel, maar zeker een biertje om te genieten. Hoe kijkt de week? Super ervaring. Ja, het wandelen is leuk, maar de omgeving is gewoon geweldig. Ja, geweldig. Ja. En waar komt u vandaan? Normaal Brabant, maar ik woon in Lelystad, maar ik kom uit Brabant. Lelystad? Ja. Dat is ook heel mooi. Ja, zeker maar mooi. Maar kennen ze geen Vierdaagse? Wandelvierdaagse, A-vierdaagse. Ja, oké, maar dat is niet noemenswaardig met Nijmegen natuurlijk. Nee, dat is heel wat anders. Ik zou zeggen, ga naar de finish en tot volgend jaar. Vanaf de wedren waar een mevrouw ontzettend moe is. Mevrouw, u bent moe, hè? Ja, ik ben moe. Ik ben heel moe. Ja. Het is een lange tocht. Leeftijd speelt een rol. En dat merk je nu wel. Ik mag nooit vragen naar een dame hoe oud u bent, maar hoe oud bent u? 70. 70? Ja. Dat is ook een hele hoge leeftijd. Nou ja, moet kunnen. Ja. Moet kunnen. En voor de hoeveelste keer heeft u meegelopen? Zevende keer. Ja. En hoe is het bevallen? Goed, volgend jaar weer. Ja. Zo, ja, u bent zelfverzekerd? Ja. 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 Ja, volgend jaar. Ik heb last van het besmettelijke virus van de Vierdaagse. En dat gaat voorlopig nog niet over. Maar het is wel een lekker virus. Jawel, het is een hele lekker virus. Want normaal is een virus niet zo prettig, maar het is een prettig virus. Maar we doen het met z'n drieën en het is ontzettend leuk. Ja. Dus met zoon en dochter. En het is vreselijk leuk om te doen. En waar komt u vandaan? Lochem. Lochem, uit de Achterhoek. Uit de Achterhoek, klopt. Ja. Ja. En dan komt u lekker naar Nijmegen om te genieten van de Vierdaagse. Ja, dat klopt. En wat gaat u vanavond doen? Ik ga naar huis, want de plicht roept.
Wat is de plicht? Mijn man ligt in het verpleeghuis. En ik heb hem dus 4 dagen alleen gelaten. Och. Dus ik moet echt even vanavond of morgenochtend even naar hem toe. Ja, dat dus wordt dan weer hoogtijd, hè? Hoogtijd. Maar u mag wel even stiekem genieten van uw man. Ja hoor, heerlijk. Ja. Nou, ik zou zeggen, ga gauw het kruisje halen. Dat is goed. En tot volgend jaar. Ja, tot volgend jaar. Dankjewel. Ja, die vrouw is 70 jaar, voor de 7e keer meegelopen. Ja, een hele prestatie. Collega's bij RN7 lopen natuurlijk ook mee met de Vierdaagse. Joost Brouwer. Joost, goeiedag. Hey Peter. Hey, van harte gefeliciteerd. Nou, ik ben echt helemaal kapot, maar... Waar ben je kapot van dan? Van het lopen. Van het lopen? Je hebt meegelopen. Ja, ik vind het een hele prestatie. Ja, ja, ik heb mijn gladiolen gekregen. Dat is zwaar, hè? Ja, dat is wel... Nou ja, maar dat maakt op zo'n laatste eind helemaal niet uit, joh. Die feestvreugde op de Via Gladiolen is fenomenaal. Maar waar ik wel dan... Kijk, ik had al een medaille. Dit is mijn derde Vierdaagse. Dat is een drietje heb ik gekregen. Je krijgt dus geen, je krijgt pas bij 10 keer meedoen krijg je een volledig nieuwe medaille. Het is gewoon een drietje, dat moet ik dan op mijn medaille spelden. En gelukkig heb ik hem bewaard, mijn vorige. Dus eigenlijk zeg je, je hebt alleen maar voor een drietje gelopen. Valt een beetje tegen. Valt dat een beetje tegen. Maar je krijgt heel veel feestvreugde voor terug. Het is echt, ik wilde gewoon een keer de 50 doen. Mijn eerste keer 50, andere keren was de 30 kilometer. Ja, echt fenomenaal. Ik wil dat als Nijmegenaar gewoon een keer doen en ben blij dat het lukt. Maar hoe is het met je voeten? Heb je pijntjes? Nou, wonderwaar heb ik dus heel veel spierpijn gehad vooral. Dus ik heb gelopen op pijnstillers, ibuprofen en een paar blaartjes en zo. Maar mijn voeten zijn niet kapot. Okay. Daar ben ik wel heel blij om, ja. Hey, maar wie gaat jou vanavond verzorgen? Daar zijn we natuurlijk allemaal nieuwsgierig naar. Wie gaat jou vanavond in de watten leggen thuis? Nou, ik slaap bij mijn ouders en die leggen mij in de watten. Ja, ja. Okay, dus je ouders die gaan jou vanavond verzorgen? Ja, ik krijg eten, alles wordt verzorgd. Dat is de hele week al goed verzorgd. Dus, ja. Klein beetje papa en mama's kindje. Zeker, zeker. Ja. Hey Joost, volgend jaar weer? Daar ga ik nog even over nadenken. Nou, wat mij heel leuk lijkt, maar daar ga jij mij hier aan houden waarschijnlijk. Dat ik de hele week radio maak. Van 's ochtends vroeg tot 's avonds laat. En dan radio maken, ook plaatjes aan en afkondigen tijdens het lopen. Zoiets. Echt dus vanaf de start tot finish radio maken. Dat lijkt me een heel goed plan. Met beeld erbij, zoiets. Maar nou moet, ja, dit ga je onthouden natuurlijk. Ja, alles onthouden. Het is leuk om je te zien. En ja, ondanks alles, die 50 kilometer, gaat het best goed. Zeker, zeker. Mijn stem is goed. Daarom maak je radio natuurlijk, hè. En mijn poten, ja, die gaan ook alweer een beetje even bijkomen. Ja. Nou, we gaan elkaar vaker zien en volgend jaar ga je gewoon weer meelopen. Nou ja, oké. Okay, nou ja. Ik durf het niet te zeggen, nee. Oké, bij deze beloofd. Dankjewel Joost. Nou, je ziet dat zelfs de collega's van RN7 doen gewoon mee. En volgend jaar, hij zegt het op camera, loopt hij gewoon weer mee. Typisch mensen lopen, het begint redelijk mee te vallen. Peter, bij jou ziet het ook helemaal niet meer zo druk uit, joh. Nou, dat is dan even een momentopname, want daar achteraan zie ik nog heel veel mensen lopen. En de mensen zijn er best wel allemaal vrolijk, best wel erg enthousiast. Dan lopen ze... Oh, kijk deze mevrouw hier eens eventjes. Mevrouw, u heeft handen tekort. Ja, ik denk dat ze blij waren dat ik een weekje weg was of zo. Denk je ook niet? Ja, wie heeft u allemaal opgewacht? Ja, vrienden, familie, collega's, van alles. Echt geweldig. Ja, hoeveel keer hebt u meegelopen? Eerste keer. Zo. En de laatste keer. Oh, waarom? Ja. Ik kijk daar heel stellig bij. Ja. Nee, veel te veel voorbereiding en... Lichamelijk doet het ook nog wel wat met je. Maar u blijft wel lachen. Ik blijf lachen. Straalt? Ja, ik straal. Hé, hey, maar ga gauw, anders heb ik voor niks. Ja, ik loop wel een stukje mee. Oh, helemaal wat is dit een letter? De B van Willeke. Willeke, dag Willeke. Dag Willeke. Willeke komt uit? Montfoort. Oké. Okay. En hoe is Nijmegen? Ja, geweldig. Ja, wel hè? Ja, en de plaatsen eromheen, het is echt gewoon geweldig. Groot feest. Iedereen heeft het over de Vierdaagse koorts. Ja, nou ja, die heb ik dus niet, denk ik. Deze week wel, maar ik denk dat er zo meteen ook wel weer gauw over is. In januari, hè? Komt die koorts weer terug? Ja, ik weet het niet. Echt waar, hoor. Ja, iedereen zegt het, hoor. Okay, en we lopen nu onder de fiets, hoor. Ja. Ik heb het niet gehoord. Wat deed u? Ah! Ja, geweldig. Gefeliciteerd. Ja, dankjewel. Op naar volgend jaar. Ja, aan die kant. Okay. Ja, kijken mag ook. Nou, deze vrouw liep voor de eerste keer mee. Ze zegt, nee, volgend jaar niet nog een keer. Maar als we haar in januari spreken, weet ik zeker dat ze nog wel een keertje mee gaat lopen. En op de wedren, daar staat ook onze Maurice. Nooit meer. Waarom? Je bent ook zo fit. Ja. Nou, en hier lopen ze nog steeds binnen. Het is 5:30. Ze hebben nog een half uurtje de tijd om binnen te komen. Maar het verbaast me. Je ziet mensen echt al strompelend binnenkomen. Maar ook nog mensen heel fit feesten. Die hebben er gewoon lekker de tijd voor genomen
om vandaag deze vierde dag en de vierdaagse dus uit te lopen. En proficiat gehaald, goed gedaan. En zo lopen langzaam naar het einde. Kijken nog even of we mensen mee kunnen nemen. Gefeliciteerd! Dankjewel. Ja. Waren het vier lange dagen? Hele lange dagen. Ja? Ja. Hoeveelste keer is dit? Eerste. De eerste? Ja. En hoe kwam je erbij om de Vierdaagse te gaan lopen? Mijn vader heeft hem heel wat jaren gelopen. En ik zou hem eigenlijk met hem lopen. Ik vond het zo knap. Dus ik zei, pap, volgend jaar loop ik met jou. En toen is hij gestorven. Oh. Dus ik loop hem voor mijn vader. Je loopt hem voor hem? Hoe bijzonder. Ik moest iets afmaken voor ons, voor ons beiden. En hoe is het dan als je dan die Vierdaagse loopt? Intens, want hij heeft nog nooit een blaar gelopen. En ik had op dag 1 al heel veel blaren. Oh. Dus hij heeft toen laten overkomen alsof het heel makkelijk was. Maar ik had het zwaar. En toen dacht ik, nou zo makkelijk is het niet. Nee. Nee, nee, en ik loop alleen. Dus je moet wel jezelf blijven motiveren om door te gaan. Dat is pittig. Maar hoe gaaf, je hebt het gehaald. Ja. En speciaal voor je vader, trots zou die zijn. Ja, en wij zijn allemaal trots. En de tweede keer, ga je die nog wel lopen? Bijna besmet met het virus. Wil je dat volgende week nog een keer vragen? Gaan we doen. Oké, okay, succes. Hey, dankjewel. Dan gaan we over naar Freek. Ja, op diezelfde wedren, vlakbij de finishplaats hier, begint het mijn inziens toch een stukje rustiger te worden. Tenminste, lijkt het. Maar de lopers moeten inderdaad hebben nog een half uur de tijd om binnen te komen. En ik denk dat dat wel goed zit op zo'n laatste dag. Ik denk dat mensen toch wel zorgen dat ze op tijd binnen zijn. Dag mevrouw. Thuisfront bent u aan het informeren. Ja. Dat u binnen bent. Ja, precies. Klopt dat? En mijn dochter. Oh, uw dochter ook? Mijn dochter. Zij is helaas uitgevallen. Ah, dan ga ik zo meteen even vragen. Maar hoe is het met u gegaan? Ja, goed. Ik heb 3 jaar als verzorgster de 30 gelopen. Ja. En nu wilde ik toch een keer zelf. Ja. Maar het is wel een andere koek hoor. Ja, is dat zo? Ja, dat is echt... wat is er dan anders? Ja, het is echt veel zwaarder. Ja? Ja, het is veel zwaarder. Ik vind de 40 route leuker. Ja. Maar het is echt veel zwaarder. Okay. Ja. Maar u heeft het gehaald? Ja, dus, heel trots. Trots zijn, hè? Wou ik zeggen, volgend jaar weer of niet? Ja. Je hebt het toch, ik ben overtuigd. De meesten die zeggen toch van ja. Jawel. Zullen, het is ook een mentaal spel met jezelf, hè? Maar waarom eigenlijk meelopen? Wat is er nou zo leuk aan? Ja, het is een overwinning of zo. Ja, een overwinning op jezelf. Ja. En het is af en toe dat je denkt, ik lijk wel gek. Ja. Waarom doe ik dit? Ik ga een andere hobby zoeken. Ja, precies. Maar toch is het de kunst om er toch weer over dat gevoel heen te komen en weer door te gaan. Ja, ik vind het heel knap. Ja, en dan weet je, zo'n feestje, dat is natuurlijk super. Ja, het is wel één groot feest. Hè? Ja. Ja, ja, ja. Wat gaat u nou vanavond doen? Ik ga zo'n feest vieren. Oh toch, dan heeft u nog alle energie. En, dan even dansen. Dansen is heel lekker naar al deze stappen. Weer een andere beweging. Dan gaan de spieren weer iets anders doen. Ja. Ja. Wie is uw dochter? Dat is mijn dochter. Daar mag ik daar best wel eens aan vragen. Hallo. Hoi. Mag ik jou wat vragen? Je hebt de Vierdaagse meegelopen, hè? Ja. Maar wat is er gebeurd? Veel. Ben je uitgevallen? Nee. Ik heb hem gehaald. Heb je het wel gehaald? Ah! Hey, dat is goed. Ja. En ben je trots op jezelf? Ja. Ga je het volgend jaar weer doen, of niet? Ja. En nou, slapen of niet? Ja. Nou, volgend jaar zie ik jou weer terug. Ja? Oké. Okay. Bart, terug naar jou, naar de studio. En we komen straks zeker nog terug hier op de wedren. De laatste lopers komen binnen. Wat is het altijd spannend, hè? Dat laatste half uurtje voor die mensen, voor die wandelaars. Om maar binnen te komen natuurlijk. En om het te halen, hè? Want dan heb je gewoon je kruisje verdiend. En hoe gaaf is het? Kijk, dit zijn dan de reacties als je gehaald hebt. Wauw, gefeliciteerd. Dankjewel. Hoe was het? Heel zwaar. Heel zwaar? Ja. Hoe komt het? Ja, pijn aan mijn voeten, pijn aan mijn benen, overal pijn. En jullie hebben samen gelopen? Ja. Hoeveelste keer was dit? Eerste keer en laatste. Maar waarom dan? Het was heel zwaar, veel pijn. Echt heel zwaar? Ja. Maar je hebt het wel een keer gehaald. Ja. Hoe kijk je nou terug op die week? Wat was nou echt het, wat blijft er nou bij je hangen? Vandaag. Hoe gaaf was die Via Gladiola? Ja, dat was echt top. Mensen nemen jou echt door. En jullie werden net geknuffeld hier. Wie waren dat? Vrienden van ons. Vrienden. Ja. En wat gaan jullie nu doen? Feesten toch nog een beetje? Weet ik nog niet. Of gewoon slapen? Misschien. Ja. En dan niet tot volgend jaar. Nee. Maar ga nog even lekker genieten op de wedstrijd.
Ja, soms kan het natuurlijk ook. En dan denk je van nou één keer en nooit meer. Dan heb je gelopen en dan wil je het liefst gewoon lekker slippers aan, toch of niet? Ja, zeker weten, zeker weten. Nee, ik loop al sinds dinsdag eigenlijk standaard 10 kilometer op het eind op mijn badslippers. Een soort van challenge. Zeven heuvelen zijn daarmee ook gelukt. Dus ja, ik ben er wel trots op om het maar zo te zeggen. Dus. Maar waarom? Ja, ik zag het als een soort uitdaging. Ik heb al vier keer... Maar 50 kilometer vind je geen uitdaging genoeg of wel? Ja, zeker wel. Maar ja, dit ging mij iets gemakkelijker af. Dus ik dacht, ik moet het wel een beetje de sfeer van 50 geven. Dus ik denk, ja, ik trek maar gewoon mijn badslippers aan. Hoe heb je de rest van de week beleefd? Ja, wel zwaar, dat zeg je eerlijk. Het was wel beter wandelweer dan gewoonlijk. Maar ja, het was wel behoorlijk zwaar met de warmte. Maar gelukkig staan we hier uiteindelijk op de wedrennen. Daar doen we het allemaal voor. Hoeveel keer heb je nu uitgelopen? Vierde keer. Ja, en ga je voor de vijfde? Ja, dat zeker weten. Ja, dan krijg je een iets mooiere medaille dan dat ik nu krijg, helaas. Ja, okay. Precies. Hey, en nu nog lekker feest even? Ja, zeker. Goed. Dat hebben we allemaal wel verdiend. Dus, ga lekker, heb je zeker verdiend. Ga lekker feesten en je bent op tijd binnen. Dus zeker komt weten, komt goed. Hey, dankjewel hè. Ja, zo gaat het. We hebben nog een, ik zag net volgens mij een beeld, nog iets meer als een kwartier. En dan is het afgelopen. We blijven op de wedren zo meteen. En we zijn bij de laatste minuten van de Vierdaagse van 2019 zijn we erbij. Inderdaad, nog een goed kwartiertje te gaan. En ook op de wedren is onze verslaggever Peter Nillissen. Heel wat mensen die nog binnen moeten komen. Maar deze meneer die is al binnen. Meneer, u bent al lekker binnen. Jazeker. Maar niet helemaal zonder slag of stoot. Nee, het was een zware tocht afgelopen 200 kilometer. Maar we hebben het volbracht. Ja, want hoeveel blaadjes, pijntjes heb je? Je hebt de voeten open liggen. Ja, ik ben gisteravond naar het ziekenhuis geweest. Ik heb een of andere infectie. En daar heb ik ook medicatie voor gekregen, maar toch de dag goed doorgekomen. Maar al met al ook hele grote blaren had ik hier. Dus ja, hoeveel weet ik niet, maar gigantisch. Je voelt geen pijn volgens mij. Nee. Gewoon op karakter, hè. De eerste keer waarschijnlijk. Ja, dat klopt. Ja. En de laatste? Nou, nee, dat zeker niet. Als je kijkt om je heen, wat een geweldig evenement. Hartstikke mooi hier. Wat een sfeer, hè? Wat een sfeer. Niet alleen dag 4, maar alle dagen. Mooi in de dorpen, geweldig. Maar hoe komt dat, die sfeer, die gemoedelijkheid met elkaar? Hoe kan dat? Heel bijzonder. Ik weet het niet. Maar het is gewoon, iedereen gaat gemoedelijk met elkaar om. Maar ik heb geen idee hoe het kan. Het is geweldig. Nou, gefeliciteerd. Je bent er in ieder geval binnen. Op naar volgend jaar. Ja, zeker. Kom goed. Nou, je ziet het. Deze meneer heeft voor de eerste keer meegelopen. En volgend jaar gaat hij zeker nog weer een keer meedoen, Mart. Laten we het vooral hopen voor deze meneer dat hij het volgend jaar weer net zo makkelijk haalt. Freek, jij bent ook op de wedren. Waar sta jij ergens? Ik sta voor de finish, waar ze lopers binnenkomen. Gaat het nog? Ja hoor, gaat wel. Je hebt gelopen, de 50? Ja, de 50, ja, klopt. Ja, prachtige prestatie, jongen. Huh? Prestatie? Ja, heel veel blaren. Heb je heel veel blaren? Ja, echt niet normaal. Hoeveelste keer is dit? Wat zei je? Hoeveelste keer is dit? Eerste keer. Viel het mee of viel het tegen? Viel het tegen, hoor. Ja, alles kapot gelopen. Welke dag vond je het zwaarst? De derde. Ja? De dag van Groesbeek. Wat zei u? De dag van Groesbeek. Ja. Ja. Je hebt het gehaald. Ja, gelukkig wel, ja. Ja, trots. Ja, echt wel. Dan ga je vanavond nog doen, biertje drinken. Ja, zeker weten. Naar de kroeg, hè. En ga je volgend jaar weer meedoen of niet? Nee, denk ik niet. Nee. Ja, lekker. Hey, succes. Dankjewel. En gefeliciteerd. Ja, we gaan even terug, want daar gebeurt het allemaal, hè, bij de finish. Ja, Maurice, zeg het eens. Ja, het gebeurt hier nog zeker. Er lopen nog steeds mensen binnen, maar er staan ook mensen te wachten. Op wie staat u te wachten? Wat zeg je? Op wie staat u te wachten? Ik sta te wachten op Kirsten en moeder Albertje. Uit Drenthe. Maar waar zijn ze? Want ze hebben nog maar een kwartier. Ja, maar ze zijn bijna binnen. Bijna binnen? Ja, Kirsten heeft een wit petje. Dus ze komt zo binnen. En haar moeder heeft een streepje shirt met wat kleurtjes. Maar jij hebt hem al gehaald vandaag? Ik ben binnen, ja. Jij bent binnen? Ik ben binnen. Nou, hopen dat ze nog op tijd zijn, maar dat moet lukken. Dus ja, ze zijn bijna binnen. Ik denk het wel. Helemaal super. We zijn benieuwd. We houden het voor je ook in de gaten natuurlijk. Gefeliciteerd. De laatste wandelaars komen langzamerhand binnen. En nog steeds best wel fit. Soms indianen gekleed. En hier ook iemand die net gefeliciteerd is. Gefeliciteerd. Hey, hoe was het? Heel leuk. Maar je hebt nog energie om te dansen. Ja. Dus je gaat er nog even verder feesten. Wat zeg je? Je gaat zo meteen nog even verder feesten. Ja, tuurlijk. Is het wel waard. Je hebt zoveel moeite gedaan, anders moet je wel feesten. Je hebt het verdiend. Nou, we gaan straks de laatste lopers binnenhalen. We gaan nog even naar Peter kijken. Die staat iets verder voor op de route. Nou, Peter. Ja, ik sta hier bij de finish. En je ziet het, er komen nog heel veel wandelaars aan.
We hebben nog zo'n 12 minuten ongeveer en ongelooflijk, maar mensen blijven maar binnenkomen. Maar goed, ze hebben nog eventjes de tijd. Goeiedag, je bent binnen. Gelukkig wel. Ja, vertel eens waarom gelukkig wel. Klaar mee voor vandaag? Met de 4 dagen nu wel, ja. Maar uiteindelijk gaan we weer door natuurlijk. Maar hoe was het? Super, heerlijk weer. Super, alles goed. Het weer was perfect dit jaar, hè? Ja, niet te warm, lekker. Dinsdag was het een beetje saai, vond ik. Toen was het een beetje voor het publiek wat minder. Maar nu is het perfect. Maak alles weer goed. En je hebt alleen gelopen? Nee, met mijn vriendin daar. Okay. Dus, en een vriend van ons die is al binnen. Mijn vriendin wilde voor de 50 keer de 50 lopen. Dus dat hebben we gedaan. Geweldig. Hey, je wordt binnengedragen door al die mensen, hè? Ja, heerlijk. Alsof ik ze allemaal ken, maar ik ken ze niet. Nee, maar dat is leuk. Je bent één grote familie met z'n allen. Ja, dat kennen we niet in de stad. Fijne avond en tot volgend jaar. Oké, tot volgend jaar. Ja, geweldig, hè? Meneer, helemaal blij dat hij naar binnen is natuurlijk. Ik wil toch eens even kijken, sorry meneer, eens even kijken of er wat moeilijke gevallen bij zitten natuurlijk. Allemaal enthousiaste gezichten, mensen hebben alle tijd. En ze hebben ook nog alle tijd. Ruim 10 minuten hebben ze nog te gaan om binnen te komen. Ik stel voor dat we even naar Freek gaan. Of gaan we eventjes bij Maurice kijken, dat lijkt me ook wel een goeie. Ja! En kijk, strompelend over de finish. Ik heb gehaald. Gefeliciteerd. Sommige mensen die hebben het echt nog even nodig om even ondersteund te worden en zo binnen te komen natuurlijk. Maar ja, dat maakt niet uit. Je hebt het wel gehaald. 12 minuten nog. Ook hier jongens die eraan komen, worden gewoon ondersteund. Je hebt het gehaald. Applaus, ja. Applaus even. Dank u wel. Het was zwaar volgens mij. Het was verschrikkelijk zwaar. Zonder mijn oma Hans had ik het niet gered, echt niet. En wat maakt het zo zwaar? Nou ja, het lopen. Het lopen. Was het de eerste keer? Nee, de tweede. De tweede keer. Was het dus zwaarder dan vorige keer? Vorige keer was het minder zwaar, ja. Oké. Had je meer last van blaren, dat soort dingen? Of? Nou ja, het was veel vermoeiender. Mijn broers waren allebei uitgevallen, dus het was minder... Ja, de gezelschap die miste je eigenlijk wel. Hé, hey, en jullie hebben me ondersteund even. Ja, ja. Maar vanaf waar? Of alleen dat kleine stukje? Nee, alleen dit stukje. Ja, dat kan ook niet, hè? Nee, dat kan eigenlijk niet. Dat kan eigenlijk niet, hè? Even, ik wil wel even mijn oma Hans erbij hebben, want hij heeft me de hele weg. Oma Hans, kom er eens bij. Wacht even, dan moeten we even erbij. Waar is oma Hans? Hier is oma Hans. Kom eens oma Hans. Hier hebben we oma Hans. Kom er even bij. Want, ja, maar u heeft gezorgd dat hij binnen is. Hij is binnen. Ja, maar heeft hij aan u te danken, zeg. Nee hoor. Helemaal zelf gedaan. Nee, dat is niet. Maar wat, vertel even, waar had je hem voor nodig? Wat heeft hij voor jou dan betekend? Hij heeft echt heel veel voor me. Ik zat er af en toe flink doorheen en hij heeft me altijd even weer bij de les gehaald. En verteld, als ik het zwaar had, gewoon even wat drinken aangeboden. Rust geboden. Gewoon echt een echt steun. Je hebt hem uitgelopen, weet je. Komt er een derde keer? Ik denk het wel. Dat denk ik wel. Dan zien we elkaar volgend jaar weer hier op de wedren. We schakelen even terug. Straks komen we weer hier terug bij de finish, bij de laatste lopers. Er zijn nog 9 minuten te gaan. We gaan even bij Peter kijken. Ja, ik sta hier op de wedren. Hey, goedemiddag. Ja, goedemiddag. Je hebt het volbracht. Ja, gelukkig wel. Het is niet te geloven dat ik het gehaald heb, maar ik had vandaag maar 1 dagje, maar het is wel gelukt. Ja, 1 dagje heb je meegelopen, maar vertel eens het verhaal wat erachter zit. Nou, ik ben 10 weken geleden geopereerd aan baarmoederhalskanker. Jee. Oké, wat een verhaal. Ja, ik snap het zelf ook niet, maar ze hebben geadviseerd om het niet te doen. Of tenminste, wel proberen, maar het is helemaal gelukt. Dus niet geloven. Ja, wat was jouw bedoeling, zeg maar, om al die 4 dagen mee te lopen? Nou, ik was vanuit gegaan 1 dag, dan was ik al heel blij. Ja. Ja, en dat is de dag van vandaag? En toen ging het goed en ik denk nog een dag en nog een dag. En ik heb heus wel een dip gehad, maar ik denk nu moet ik het ook afmaken. Dus, Kun jij aangeven hoe sterk jij wel niet bent? Ja, ik weet het niet. Het is mijn 12e keer, moet ik wel eerlijk zeggen. Maar ik heb dit jaar helemaal niks gedaan. Ik heb dit jaar zoveel meegemaakt. Ik heb in september in het ziekenhuis gelegen, had ik 3 gebroken ribben en een klaplong. Jee. En toen in februari kwamen ze erachter dat ik dus baarmoederhalskanker had. En ik ben 1 mei geopereerd. Ja. Dus de hele periode in het ziekenhuis gelopen. Ja. En uiteindelijk sta je toch op de dag van vandaag hier bij de finish. Ja, niet geloven, echt. Niet Wat normaal. Gaat er door je heen? Wat voor gevoel heb jij? Ja, echt super. Ik heb mezelf overtroffen, wil ik maar zeggen. Ja. Ja, het is echt geweldig. Ik krijg rilling als ik dit verhaal hoor. Want heb jij ook de koorts toch te pakken gehad, uiteindelijk?
je wilde toch dit volbrengen. Ja, ja, het is gewoon een verslaving. Het is gewoon zo leuk om te doen. Ja. Als je het één keer gedaan hebt, dan ga je door, hè? Je 12e keer en volgend jaar wil je uiteraard weer meelopen. Ja, ja, het liefst wel. Ja. Ik heb alleen mijn nummertje gekregen nu, hè? Dus ja, ja, ja. Of je nou een nummertje gekregen hebt of niet, het gaat voor jouw gevoel, het gaat om jouw prestatie, ja. Uiteindelijk wat jij vandaag deze week hebt volbracht. Ja, inderdaad. Ik vind het een hele prestatie. Ik ben er heel blij mee. Ja, mag ik jou knuffel geven? Ja, dankjewel. Super lief, dankjewel. Geweldige verhalen. Alle mensen die me ermee geholpen hebben, ik kan me bedanken waar ik naar de wc mocht. Dat was voor mij gewoon een heel groot probleem. Ik had nog maar net sinds vorige week zelf plassen, dus dat klinkt heel stom. Ja, ik vind het echt ongelooflijk dat jij dit hebt volbracht. Super, echt geweldig. Ik heb er eigenlijk helemaal geen woorden voor. Dankjewel. Hey, dankjewel en tot volgend jaar. Dankjewel. Dankjewel. Wat dan ook prachtige verhalen zijn er toch tijdens de Walk of the World, de Nijmeegse Vierdaagse, waar we nog 7 minuten over hebben om te finishen. We gaan eens even kijken op de wedstrijd bij Freek. Ja, we gaan kijken op de wedren. We staan op de wedren, de aanvoerweg daar naartoe. En kijk ze lopen, kijk ze lopen. Ja, het gaat allemaal goed. Gaat het goed, meneer? Ja, lekker, Tom. Ja. 5 minuten te gaan. Goeie Nog 5 minuten te gaan. Goede timing. Hoe heeft hij het zo uitgetuind? Dit is de 37e keer, dus ik weet waaraan ik begin eigenlijk. Dus, 37 keer? 37 keer, hoe is het dan over die Via Gladiola te lopen? Daar doe ik het voor. Ja? Ja. Alleen voor die laatste dag. Als ik het niet meer naar mijn zin heb, stop ik morgen mee. Ieder jaar weer leuk. Ja. En ja, ieder jaar ben ik de bezemwagen vervelend. Ja, maar vind je het niet riskant? Dat nee. Iedere keer op tijd? Want... Ja, nee, ja, het gaat, tot nu toe gaat het goed. Ja, u bent er bijna. Even afkloppen. U bent er bijna. Ik dus. Ben erbij. Smaakt die lekker? Ja, heerlijk. Hey, ga hem halen, het kruisje. Hey, toi, toi, toi. Terug naar jou, Maries. Ja, en de laatste lopers lopen binnen. We hebben nog 6 minuten. En dan zit deze editie alweer op van de Vierdaagse. De mensen komen nog steeds binnen, enthousiast. Kijk, gehaald. Yes, heel knap natuurlijk. Je ziet, de mensen komen ook nog best wel fit. Die zullen echt wel ergens misschien wel te lang hebben gestaan met feesten. We kijken eventjes wat er nog binnen gaat komen. En ik zag net ook nog, ja, dat hoort ook bij mensen die echt over de finish getrokken worden. Trouwens, collega Job zag ik net ook finishen. Job Mares, dus die is ook binnengekomen. Kijk, strompelend. Nog steeds op de badslippers. Je ziet ze toch wel veel meer, hoor, de badslippers die mensen aandoen. Nadat ze gewandeld hebben, al die kilometers. Maar het lijkt erop dat het wel wat minder wordt met wandelaars. Ik zie heel veel mensen binnenkomen over de finish. Maar er zijn mensen die geen bandje op hebben. Dus er zijn mensen die niet lopen. Dat is familie blijkbaar. Die hier langs de kant staat. Of nu dan in ieder geval even naar de wandelaars, familie, vrienden en kennissen naartoe gaan. Als ze een kruisje opgespeld krijgen. Kijk, dan komt nog iemand binnen die heeft gewoon een blikje bier bij. Dus we zijn er! We zijn er! We zijn er! Ja! Maar heeft u dan zo lang lopen feesten? Of? Ja, eigenlijk wel. Dat was het eigenlijk. Ja, ja, ja. Ik weet wat ik doe. Maar waar was het dan het gezelligst onderweg? Vanaf mogen was één groot feest eigenlijk. Maar dat time je wel een beetje in van overal daar, een kwartiertje, ja. Daar, 10 minuten? Ja, dit is mijn 37e keer. Ik weet precies wat ik doe. Dus dat komt helemaal goed. Nou, je bent op tijd. Ja, geniet ervan. Hey, houd het kruisje op en verdien natuurlijk weer. Ja, dat zei ik dus. Je kunt ook gewoon overal een beetje timen om hier en daar twee. Ja, gefeliciteerd. Hoe was het? Fantastisch. We hebben het gewoon gehaald. Hoe voelt dat nou? Fantastisch. Ja, maar het ging moeilijk vandaag, want het is op het nippertje. Nee, gisteren was moeilijk. Gisteren was moeilijk, vandaag was fantastisch. Te veel bekende mensen, onthoud. Ja, dat is gewoon oponthoud. En vandaar de late inkomens, maar ik heb het gehaald. En nu feesten. Snel je kruisje halen, die heb je verdiend. Goed, wij schakelen over naar Peter. Peter die staat ook nog ergens op de wedstrijd. Ja, nou ik sta niet op de wedstrijd, maar vlak zo'n 40, 50 meter voor de finish. En je ziet gewoon dat het wel wat minder wordt met de mensen. Maar we lopen even naar de mensen toe, kijken of ze geen haast hebben. Want we hebben nog maar een paar minuten. Maar deze mensen zijn volgens mij al binnen. Ik loop heel rustig te spelen met een telefoontje. Hier komt wel een meneer aan met een bandje. Meneer, goeiedag. U bent binnen of u bent al binnen? Nee, ik moet er binnenkomen. U moet er binnenkomen? Ja, nog volle u loopt zo relaxed. Ja, volle 3 minuten nog. Dus, we hebben nog 4 minuten geloof ik. Ja, nou, prima toch? Ja, dat is waar. Allemaal zat. Even pauzeren onderweg. Nou, dat doen we straks nog even. Okay. Hey, hoe ging het? Prima, ja. Prima. Ja, goed weer gehad. Een hoop biertjes dronken onderweg, dan houd je op de benen.
Hey, maar op het laatste moment binnen, is dat helemaal niet erg? Heb je dat afgesproken met jezelf? Ja, we hebben betaald voor de volle tijd, dus we gebruiken we hem ook, hè? Ja, je betaalt genoeg, toch? Ja, nou, daarom. Dat bedoel ik. Nee, hey, maar alle vier dagen, hoe ging het? Prima, prima. Een beetje last van de voeten en zo, maar dat is normaal. Ja, maar dat is logisch, hè, als je zoveel kilometers moet lopen, toch? Je moet gewoon doen. Gewoon doorlopen. Just do it. Hey, de finish is in zicht. Op naar volgend jaar. Ja, zijn we er weer bij. Nou, volgend jaar is die meneer er weer bij. Freek, hoe is het bij jou? Of zullen we eerst eens even kijken hoe Maurice het ervan afbrengt? Daar net voor die scanposten naast een blaasorkest staat hij. Maurice. Ja, ik stelde net iemand vraag. Hoe is het gegaan? Ja, het was verschrikkelijk. Duidelijk dus. Nooit meer? Nee, ja, het was mijn tweede keer, maar hierna is het wel mooi geweest. Nou is het wel klaar geweest. Ja, nu is het wel, ja, het is wel klaar. Nooit meer hierna. Maar dan heb je afgezien de hele week en dan ben je toch binnengekomen en wat doet het dan met je? Ja, dat is wel echt heel mooi. Ik heb ook wel best veel gehuild vandaag. Zoveel emotie. Dat was wel mooi. Ga er lekker van genieten. En al die mensen langs de kant. Ga er lekker van genieten. Wij hebben op de klok nog minder dan 2 minuten. Wij gaan kijken wat komt er nog binnen. Dit zijn dus echt de laatste wandelaars. En mensen wie het moeilijk is, zag net op de achtergrond bij mij ook iemand die echt letterlijk door de EHBO binnen wordt gedragen. Want ja, dan heb je het toch gehaald. Iedereen helpt elkaar om toch maar te finishen. Ik kijk hier 58 en we gaan de laatste minuten bijna in. En dan zie je nog mensen heel rustig, relaxed lopen, oh, niks aan het handje. Maar rennend hier ook nou op de finish. En daar komt ook nog een wandelaar stromberend op. We gaan nog even kijken of we de laatste wandelaar kunnen gaan zien in de verte. De laatste wandelaars die binnen gaan komen. Kijk de jongen. Kijk. Je vraagt je af en toe wel uit of je ziet ook mensen binnenkomen, maar die hebben al een lange medaille op. Dus die hebben hem al lang gehaald natuurlijk. Maar die willen misschien voor de tweede keer nog een keer meelopen. We kijken. En ik zie gewoon een lege straat. Dus betekent dat dat de laatste wandelaar binnen is? Kan me toch niet voorstellen. Kijk, daar komen nog mensen aan. En die moeten toch echt gaan opschieten. Die moeten toch echt nu wel gewoon langzamerhand iets sneller gaan lopen. Je wil ze eigenlijk gewoon van kom binnen. Maar dat zijn militairen, dus die zijn al binnen. Dus die hebben al natuurlijk een kruisje gehaald. Want dat is al lang verdiend op Hemersoord. Die komen hier nog gewoon binnen om natuurlijk even langs het publiek te gaan. Vindt het publiek natuurlijk ook altijd leuk als al die militairen langskomen. Maar er wordt ruimte gemaakt. Er moet ruimte gemaakt worden, want er komen dus nog wandelaars aan. En we blijven even hier. Kijk, daar komt er iemand rennend eraan. En daar komen de laatste wandelaars dan ook echt aan. In de verte zie ik nog iemand lopen. We proberen nog eventjes deze kant met de camera op te gaan. Zodat we nog eventjes in de verte nog kijken of we nog iemand zien. Nee, ik zie daar niemand meer aankomen. En als die eraan komen, dan zijn ze waarschijnlijk te laat. We gaan even hier kijken. En de mensen die het net gehaald hebben. Was je al binnen of ben je nou pas binnen? Ik ben net de 4x50 binnengelopen. En het spijt mij, maar ik moet een klein beetje reclame maken. Ja, we pakken nog eventjes hier even bij iemand. Je hebt het gehaald, jongen? Ja, gelukkig wel. Snel je kruisje halen. Ja. Snel, anders ben je te laat. Het zijn de laatste wandelaars die binnenkomen nu. Persoonlijk gelopen voor Free Girl. Ja. Gefeliciteerd, jongen. Ik kijk op de klok. Het is 6 uur geweest, maar ze maken nog steeds de weg vrij. Dat betekent dat er nog steeds wandelaars aankomen. Ik ben echt benieuwd, want ja, zijn die nou te laat? Kijken ze nog wel een kruisje? Op de klok is het natuurlijk al lang tijd. En dan blijft het altijd spannend, hè? Je kijkt naar zo'n leegte en je ziet mensen allemaal kijken. En dan denk ik, komt er nog iets aan? Maar de weg wordt vrijgemaakt en dan denk ik van ja, dan komen nog mensen aan. En er zijn dan nog mensen proberen om binnen te komen. Kijk, daar komen nog mensen strompelend over de finish. Maar die mensen hebben al een medaille, dus dit zijn mensen die al lang misschien nog op mensen staan te wachten. Maar ik denk dat we wel kunnen stellen dat de laatste wandelaars binnen zijn. Want alles wat nu nog binnenkomt is te laat. Want we kijken op de klok, het is bijna 6:02. En dat betekent dat de computers uitgaan. En als je nu binnenkomt, dat je het niet gehaald hebt. Hoe zuur is dat? We gaan naar Peter. Ja, nou, volgens mij is iedereen hier wel voorbij gekomen. Ik zie hier de fanfare aankomen met een hoop toeters en bellen en een hoop gezelligheid. Maar ik zie geen wandelaars meer. Dus ik denk dat iedereen hier wel inmiddels voorbij is geweest. Dus ik stel voor dat we toch even teruggaan naar Maurice of naar Freek. En die een ander verhaal hebben, want hier zijn... Oh, wacht even, ik zie hier een dame lopen. Ho, 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 ho. Mevrouw, kom je nog binnen? Ja, ik ben al lang binnen. Kom je nog, ben je al lang binnen? Ja, ik wil mijn scooter hebben.
is al lang binnen. En dat is toch weer jammer. Die vrouw is al lang binnen. Maar, want anders zou het alleen maar verdrietig zijn voor haar natuurlijk. Maurice, we gaan even terug naar jou. Goed, kom maar. Nou, we staan hier op de wedren. In de verte zie je de mensen met de scanners lopen. Dat betekent dus dat het echt afgelopen is. De scanners worden opgehaald. En dat betekent dat de Vierdaagse van 2019 er definitief op zit. En dat iedereen die dus binnen is gefinished is, mensen die nou nog lopen, dat het te laat is. Maar hier wordt ook nog uitgerust. En mensen die het wel gewoon op tijd binnen waren. Schoenen lekker uit. Jullie allemaal, ja, want jullie hebben allemaal een medaille. Ik kom even erbij zitten hoor. Hoe was het? Het was geweldig. Ik kan het iedereen aanraden. Aanraden zelfs? Ja, ja, iedereen kan ik het aanraden. En waarom moet ik de Vierdaagse lopen? Een belevenis. Gewoon een belevenis. Het was zo leuk. Ja, nee, echt geweldig, geweldig. En je hebt gewoon pijn overal, maar daar moet je even doorheen. Dat moet je gewoon voor lief nemen. Maar het is geweldig verder, ja, nee. Waar komen jullie vandaan? Ik kom uit Ermelo en ik ben samen met mijn zus. Zus, kom er even bij. Even erbij. Broer en zus samen, hè? Kijk, broer en zus hebben samen. En was dat ook ooit het idee? Nee. Want jullie zijn, we lopen samen als broer en zus een keer de Vierdaagse. Wij hebben dat eigenlijk pas een half jaar geleden bedacht. Dat ik dacht, ik ga die Vierdaagse lopen. Mijn broer heeft hem al een keer gelopen. En we hebben gewoon alleen maar feest gehad. Superleuk. Nee, echt waar. Ondanks de pijn, maakt dus niet uit. Nee. Nou, die pijn zijn we nu weer vergeten. Ja. Loop je hem volgend jaar weer? Denk er nog even over na. Denk er nog even over na. Ga lekker genieten, ga lekker feesten. Ja, dat gaan we zeker doen. Een goede reis terug naar Ermelo. Dankjewel. En wij gaan naar Peter of naar Freke nog ergens. Vierdaagse. Hey, welkom. Goedenavond. Het is inmiddels 17 minuten over 6. Dus de finish van de Nijmeegse Vierdaagse editie 103 ligt ver achter ons. En nou, ik mag wel zeggen dat je er helemaal niks van had meegekregen als je thuis was zonder de drie grote koningen die nu verenigd op de wedren staan. Dat zijn Freek, Maurice en Peter. Jongens, goedenavond. Goedenavond, Mart. Ja, het zit er dan echt op. Alhoewel, het wandelen zit er dan op. Maar het feestje niet, want dat gaat hierachter gewoon door. Het is een bomvol plein met mensen die nog steeds energie genoeg hebben om uit hun dak te gaan. Maar wat een week weer, hè, Freek? Het was gigantisch. Ja, iedere keer denk je, het kan niet mooier. Het kan niet beter. Het kan niet groter. Het kan niet vrolijker. Maar ieder jaar is het toch weer, ja, weer leuker, weer groter, veel mooier, weer vrolijker. Ik vond dit echt een fantastische editie. Ja, het was een heerlijke editie. Als je nou weer terugkijkt, hè, wat zijn nou weer de dingen die denk, oh ja, dat blijft me nou weer dit jaar bij. Want het zijn altijd dingen die blijven hangen dan. Hè? Ja, een meisje van 11, bijna 12. Dus, mag pas lopen als je 12 bent, dat weet je. Maar als je in het jaar 12 wordt, dan mag je gaan lopen. Die liep voor de stichting Kika en een heel emotioneel verhaal had over de opa die ze aan het sterfbed had beloofd dat ze de Vierdaagse ging uitlopen. Ze had hem gehaald. Ja, dat blijft mij gewoon bij. Dat zijn van die dingen. Ja. Kijk, het is niet alleen vrolijkheid. Het zijn ook wel hele mooie en emotionele verhalen die je te horen krijgt. Nou ja, dat vond ik bijzonder dit jaar. Hè. We hadden natuurlijk ook die sponsordag op zaterdag. Hè, dat we even aandacht aan heel veel van dat soort goede doelen deden. En dat was ook mooi. En inderdaad, je komt mensen tegen met zoveel verhalen. Ik had ook een meisje die trainde met de vader. En de vader overleed tijdens het trainen. En ze liep deze nou uit. Dat zijn mooie verhalen. En jij, Peet? Ja, het is de saamhorigheid, de gemoedelijkheid van de mensen met elkaar. Het is echt één groot feest. En ze hebben het altijd over de koorts. Maar ik denk dat ik hem te pakken heb. Jij gaat hem lopen? Dat zeg ik nog niet hardop. Maar ik voel wel dat ik je de koorts te pakken krijg. Je voelt wel een klein beetje aandrang om te gaan lopen. Echt, het is weet je wat ook één wandelaar die zei van, je moet kijken, in Nederland heb je voetbalwedstrijden. 20.000 man. Er kan rottigheid gebeuren. Ze slaan politie erbij, ME. Hier zijn, ik weet niet hoeveel man op de been, sowieso 45.000 wandelaars, om over de stad nog maar te zwijgen wat er is. Er gebeurt incidenteel. Er gebeurt niks. Zo weinig. Eigenlijk niks. Ja. Dat is heel bijzonder. Nou ja, het is volgens mij, collega Gerry zei het ook al, het is alles bij elkaar. Het is de Gay Pride, het is carnaval, het is Koningsdag, alles bij elkaar. Dat komt in één week samen. En wat mij bij is gebleven, Peet, zijn de roze slipjes die jij aan de dames vroeg uit België. Die verbleven in een gevangenis. Ja. Nou, ik heb me laten vertellen, de BH'tjes die hadden ze aan in het roze natuurlijk. En de slipjes gaan ze volgend jaar dragen. Dat is volgend jaar. Maar het was gewoon een geweldige editie weer, 2019. Ja, we kunnen inderdaad zeggen dat het een bijzondere editie is. En nou ja, dankjewel voor het luisteren, voor het kijken. Ook dit jaar weer. En we kunnen maar één zeggen, tot volgend jaar weer. Tot volgend jaar. Het kan niet anders dan dat we jullie volgend jaar terug horen. En ook jullie ongelooflijk bedankt. De drie heren die voor ons op de wedren staan, dat waren Freek, Maurice en Peter. En natuurlijk alle andere mensen die dit jaar verslag hebben gedaan.